Een hele goede avond. Holy damn, daar zijn we. Oh mijn god, wat een drukte. Ja, holy shit, we zijn live. Het is vandaag 21 februari. En vandaag is de dag dat wij met z'n allen eens en voor altijd Five Nights at Freddy's Security Breach gaan uitspelen. Ik moet nog één einde halen. En daarnaast heb ik allemaal februari. Zeg ik februari? Ik bedoel januari. Oh mijn god, het begint alweer goed. Nee, we zijn 21 januari en het is vandaag de grote, grote finale. Ik ga proberen zoveel mogelijk secrets nog een beetje te zoeken samen met jullie. We gaan nog proberen het laatste einde te halen waarbij we alle plusjes moeten vinden. En misschien gaan we nog een stukje rondlopen en dat mensen misschien door middel van reacties of door middel van een donatie mij kunnen helpen met het verder komen en het definitief afsluiten van dit spel. Daarnaast wil ik ook even gelijk melden. Zie jij deze livestream op YouTube? Hi, ik ga niet op jou reageren. Nee, ik gebruik mijn Twitch chat om daarop te kijken wat mensen zeggen. En YouTube is puur en alleen zodat mensen het als video kunnen terugkijken. Dus dan weten jullie dat. Het is echt knijterdruk. Ik heb geen idee hoe druk het gaat zijn, hoe vol het is. We krijgen wel een subje van onze lieftallige Sjaan aan Sjaan. Wat een liefde nou. Ongelooflijk, dankjewel. We gaan natuurlijk gewoon wel even de sound effectjes doen, want het is wel super lief. Maar ja, we gaan dus Five Nights at Freddy's doen. Hebben we er zin in? Ik weet niet of het goed is dat ik dit vraag, want waarschijnlijk gaat iedereen zeggen: ja, Melvin, ik heb er zin in. Dus ja, ik moet het spel nog wel opstarten trouwens. Dit wordt zo heftig. Oh jongens. We gaan dit wel even met z'n allen doen. We gaan dit met z'n allen doen. Ik heb ook echt een heel lang documentje. Ik ga het gewoon jullie laten zien. Jezus, deze chat. Ik kan deze chat niet eens bijhouden. Oh mijn god, what the fuck mensen. Dit is wel echt bizar. Ik heb denk ik nog nooit zo'n drukke stream gehad als ik eerlijk ben. What the fuck is hier gaande? Wat ik nu mocht doen is even die kijken of die goed staat. Nee, oké, top. Nee, wat ik wil laten zien is dit. Check deze shit. Oh, dit bedoel ik. Dit moeten jullie zien. Dit is een reactie van iemand waarin alles staat wat ik nog moet gaan kunnen doen. En dat is echt fucking veel. Dus dankjewel. Wat is überhaupt zijn naam? Ik weet niet eens. Maar shout-out naar jou, want ik waardeer het echt enorm. Maar we gaan dus met z'n allen dit doen. En dit is echt, dit is zo bizar. Echt, sorry dat ik gewoon op niemand ook iets kan reageren. We hebben wel een hype train ook op Twitch. What the fuck? Er komen ook alleen maar follows binnen. Ik denk dat ik de volgers even uitzet. Als je me volgt, ik waardeer het enorm, maar ik ga die even uitzetten. Jeetje, mina. Allemachtig, wat de shit is hier gaande. Dank jullie wel voor alle follows wel. Er zijn een paar subjes binnengekomen. Deze volgens mij. Hallo. Dankjewel, Lurk streamt. En dankjewel, Allei zijn voor de Primepies. Shoutout naar jullie op mijn Twitch kanaaltje. Wat we nu gaan doen is het spel opstarten. Dat is natuurlijk belangrijk. We hebben een hype train. En die hype train, ik weet niet of jullie het weten op Twitch. Maar als je dit ziet, normaal komt dan hier een tekst te staan. Kijk eens aan. En wat nog meer komt is dan zieke muziek. En dan kunnen we zieke disco houden omdat het een hype train is. We gaan ondertussen natuurlijk even het spel opstarten. Dat is wel zo belangrijk, want we moeten wel gaan gamen. We hebben niet de hele avond de tijd. We willen natuurlijk allemaal weten wat er gaat gebeuren. Kijk eens aan. Er komt gewoon nog een subby bij. Dankjewel, Sil van 155 voor de 7 maanden. Ja hoor. Yeah, daar gaan we. We gaan dit even starten met een hype train. En daarna gaan wij verder met onze zieke game. Dank jullie wel voor allemaal aanwezig te zijn. Applausen voor jullie, want dit is echt de drukste stream die ik volgens mij ooit heb gehad. Ik weet niet wat die gaande is, maar echt holy fucking shit. Dank jullie wel. We gaan hier een ziek steentje verbouwen, oké? Holy, wat is hier gaande? Heb ik ooit zoveel kijkers gehad? Ik weet het niet eens. We gaan in ieder geval Five Nights at Freddy's uitspelen. Terwijl we hier aan het jammen zijn, heb ik ook het spel natuurlijk opgestart. Kijk eens aan, het spel staat hier gewoon klaar. Holy damn, wat een gekte joh. Waar komen jullie allemaal vandaan? Dankjewel ook Bloomreader voor het abonneren. Holy shit. Holy fuck hey. Dit is echt gekte. Dit is echt gekte.
We gaan natuurlijk het spel wel ook even inladen en zo. Dat is wel belangrijk dat dat gebeurt. Maar dank jullie wel. Dit wordt echt dramatisch. Ik heb hier niet genoeg... niet genoeg moderators voor. Oh, fuck. Maar als je denkt, wat is deze muziek? Er is op mijn Twitch-kanaal een hype train gaande. Ik stream ook op Twitch. Op Twitch lees ik de chat. En daar is een hype train. Abonneer, subscribe, doe het allemaal, want we hebben een zieke hype train! Oké, nee, maar ik ga het spel wel even laden. We moeten even continue laden waar ik was. Maar dan kan ik gewoon op continue drukken. En dan gaan we het spel starten. Dit is wel zieke disco. Ja toch! Dit is toch zieke disco? Holy damn. Dat was in ieder geval de hype train. Wat een gekte, dank jullie wel. Oh! Deze man die gooit gewoon even 5 subgiffies. Hij geeft gewoon 5 abonnees cadeau. Dankjewel Pinky voor die 5 subjes. Wat een liefde van jou man. Maar we gaan wel even het spel natuurlijk opstarten. We moeten dit wel serieus gaan spelen. Holy damn. Wat een gekte. Liefde naar iedereen die hier aanwezig is. Nogmaals, kijk op YouTube. Ik zou even op Twitch gaan kijken, want daar lees ik de chat. Ook al is de chat wel echt veel te druk. Ik bedoel, check hoe snel deze chat gaat. Dit is toch echt gewoon van holy F. Ja, dit is echt de gekste stream die ik ooit heb gehad, volgens mij, sinds heel lang. Wat wel belangrijk is, is dat jullie natuurlijk allemaal gaan zien dat ik in het spel zit. Ik doe het hype train tekstje even uit. Ik weet dat de hype train is nog gaande, maar we willen natuurlijk ook met z'n allen hier gaan gamen. Wat ben ik ook alweer? Oh ja, hier was ik. Oké, we gaan het laten zien. De game, dames en heren, waar jullie allemaal op zitten te wachten. Five Nights at Freddy's Security Breach. Ja hoor, kijk eens aan. Daar zijn we. Dit gaan we doen. We gaan eerst proberen het einde te halen waarin we naar een vuureinde komen. De fire ending. Daarbij moeten we alle gouden plusjes halen. Alle gouden dingetjes die we kunnen vinden. Dat zijn gouden plusjes. Die moeten we zoeken in dit hele complex. Ik heb volgens mij alle locaties op mijn mobiel staan. Ik zal het even erbij pakken. Is wel natuurlijk belangrijk. Anders weet ik ook niet waar ik naartoe moet. Dus dat gaan we doen. Het is de meest onvoorbereide stream die zo'n groot succes moet worden. Het is echt ziek. Even kijken waar die staat. Er is namelijk een hele lange reactie met alles wat ik moet hebben. Wacht, ik moet even dit doen. 700 kijkers. Holy shit, 700 kijkers? Wat is de planning van vandaag? We gaan eens en voor altijd Five Nights at Freddy's uitspelen. We gaan... wat we gaan doen is proberen het laatste fire ending te halen. En daarnaast, wat we ook gaan proberen te halen is, wat zou ik zeggen? Nog wat secrets. Je kan namelijk met die camera, kan je kartonnen borden fotograferen. Dan gaat er een geheime deur open. Je kan nog een keer naar de playground area. Dus dat gaan we allemaal doen. Alle punten die uitgegeven worden, gaat mij waarschijnlijk nu niet even lukken. Op Twitch. Het is namelijk te druk. Ik zweer jullie, het is gewoon te druk. Ik wil gewoon dit eerst gaan proberen. Dus dan weten jullie dat. Ik heb even de reactie op mijn mobiel gezet. Dan kunnen we die tenminste even erbij pakken. Want er moet echt een boel gebeuren. Hey Melvin, jammer dat je SB hebt uitgespeeld. Maar sinds je live gaat doen, hier nog een paar dingen met uitleggen hoe je dit kan doen. We kunnen dus een retro SDSL room easter egg vinden. En we moeten nog alle plusjes vinden. Waar gaan alle plusjes zijn? Weten jullie wat plusjes zijn? We moeten dus... Ik ga het jullie gewoon even laten zien. Wacht even. We gaan dus hier in onze inventory hebben wij gouden plusjes. Wat zijn die? Hier. We hebben een golden Monty. En we hebben een golden Freddy. En willen wij hiermee shit kunnen halen, dan moeten wij zeg maar alles halen. Al deze gouden dingen. Ik krijg niet eens een kans, je bent sowieso snel. Op 1000 kijkers op YouTube. Shoutout op YouTube, holy fuck. Oké, we gaan dit doen jongens.
We weten natuurlijk allemaal wel dat alle... Alle, maar ik zweer ook alle fucking animatronics nog actief zijn. We zijn hier trouwens in de price counter. De enige plek hier naar binnen, naar buiten is serieus daar langs. Voor de rest kunnen we hier niks. Dus ja, we moeten dit wel even goed gaan doen. Als je dit leest, sub dan gelijk op zijn YouTube. Sub op mijn YouTube en sub op mijn Twitch. Oh. Hallo? Wow, oké, het lagde. Het spel is soms nog steeds glitchy, maar goed. Hier hadden wij de laatste aflevering het overleefd, zeg maar. Dat is waar we zijn, om even mensen duidelijkheid te geven. We moeten dus gouden plusjes vinden. En ik heb dit gewoon niet voorbereid. Er is er eentje in de kamer van Chica. Serieus? Is er eentje in de kamer van Chica? Er zijn ook twee volgens mij in het theater. Ik ga even kijken. We gaan even naar het theater toe. Of in ieder geval de daycare plek met Sun and Moon. Want als het goed is hebben we daar ook in een vuurtoren, kan ik mij herinneren. Een gouden, hoe heet het zitten. Ken jij Ronald Fledder? Ja, die ken ik wel. En dank jullie wel voor het hype traintje hoor. Ik waardeer het enorm. Laten we verder gaan. Oh, 200... Alsjeblieft. Dankjewel, Axelheizy, voor de 245 bits. De Sundrop Golden Plus ligt bij de ingang van Monty Golf. Echt? Jullie mogen mij best helpen als ik een reactie zie en ik denk van... Hé, hey, die heb ik nog... What the fuck? Chat, mijn spel is een beetje gek. Hallo! Ik ben er weer bij en dat is prima. Oké. Nou, in ieder geval... We kunnen verder. Holy shit. Hé, hey, dankjewel voor het subby Marky guy. Wat een man, dankjewel. Oh! Nee, 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 nee. Doe het niet. Dankjewel. Oké, okay, iemand zei bij de ingang van Monty Golf... Hier ook, als het goed is. Daarin zitten, hoe heet het? Een gouden plusje, maar ik moet er eerst naartoe gaan. Oh, hebben we hier zin in? Ik heb hier echt heel veel zin in. Dit is toch trouwens gewoon het einde, hè? Dit wordt gewoon de allerlaatste keer dat jullie wellicht mij Five Nights at Freddy's zien spelen. Dus ik weet niet hoe hyped jullie ervoor zijn, maar ik zelf heb er wel echt gewoon heel veel zin in om dit gewoon af te sluiten. Wow, what the fuck? Hallo? Wow. Wow, wat? Oeh. Dit is wel de gouden die ik nodig heb. Kijk. De Golden Sun, die hadden we nodig. Heb je gehoord dat er een Five Nights at Freddy's film komt dit jaar? Ik dacht dat er al nog een andere Five Nights at Freddy's film was. Maar er komt dus blijkbaar nog eentje. Oh, God. Een superleuke serie was dit, Melvin. Ben nog steeds die jongen die je al kijkt sinds Oasis Survival, haha. Oasis Survival, holy shit. Oh, en ook nog 100 bits. Hebben er weer zin in. Daan, dank je voor 100 bits. En Niek voor de 1,69. Oasis Survival is wel echt oldschool, man. Holy amahoula. Weet iemand waar alle golden plusjes zijn? We moeten dus op zoek naar... Ik ga het nog één keer laten zien. Naar deze golden plusjes. Hier moeten we er 6 van hebben als het goed is. En die moeten we allemaal hebben voordat we de fire ending kunnen krijgen. Geld! Golden plus. You Melvin, weet niet of je me nog kent. Heb hier echt zin in. Ook alvast gefeliciteerd met de 200k abonnees. Weet dat je het nog niet hebt. Maar alsnog, je bent zo close. Ben al geabonneerd op je sinds je oude setup. Oftewel je oude kamer. Hé, hey, dat vind ik super lief en super awesome van jou dat je dat zegt. Dank u wel, Not Frosted, voor de 1 euro. Wat een super lieve reactie of super lieve donatie. Shout out naar jou. Kijk in alle kamers van al die Metronics. Ja, weet je wat het probleem is? Dat gaat toch nooit lukken? Dat gaat echt onmogelijk zijn. Golden Moon Plusjes is located at Daycare Festiator. Nou, die hebben we toch net gevonden? Ben ik nog gek? Wacht, we moeten dit echt goed doen. You can find the gift book inside Monty's room. Die hebben we ook gevonden. Golden Moon. Die moeten we gaan vinden met die foto's. Dat gaan we straks doen. Golden Monty. Is bij Bonnie Bowl. Hebben we Golden Monty?
Ik weet eens welke golden plusjes ik heb. Hebben we golden... Ja, we hebben golden Monty, golden Bits. Sun en golden Freddy. Dan moeten we nog golden Roxy. Is located in the maintenance tunnel of basement 1. Waar? Maintenance tunnel in basement 1. Oké. We gaan er gewoon naartoe. Een golden plusje is bij de kelder waar het begin van Freddy... Ja, zulke shit kan ik me nog wel redelijk herinneren, maar... We gaan even hier naar beneden. Melvin, je hebt 200k. Nee, ik heb geen 200k. Ik heb geen 200.000 abonnees. Trouwens, dankjewel Creeper. Creepy R666 voor de 200 bits. Dankjewel, ik vind het super lief. Oh, en nog eens 300 bits erbij. Dankjewel Picky, shout-out naar jou, man. We gaan voor 200k. Hoeveel heb je er nu precies? Hoeveel? Hoeveel? Ik weet niet eens. Hoeveel abonnees heb ik? Ik heb nu precies... Zoveel abonnees. Zien jullie dit? Zoveel abonnees heb ik. Dus we het zou wel ziek zijn als we deze stream dat halen, maar goed. We gaan in ieder geval hier. Moeten we naar de basement. De tijden van Oasis Survival, map van een kijker en de oude DHD-video's waren legendarisch inderdaad. Kan me nog wel je grootste meme ooit herinneren, hallo. Dankjewel, Niek, voor je 1,69 nogmaals. Volgens mij vind jij dat een prachtige donatie. Maar shout-out naar jou, dankjewel. En dat is wel echt lang geleden, joh. De DHD-video's zijn sowieso wel echt iets waar ik positief naar terugkijk, hoor. Weet je, het heeft me wel echt heel veel positieve dingen gebracht. En gewoon nooit opgeven. En daardoor ben ik nu gewoon waar ik nu ben. Daar ben ik nog steeds wel trots op. Lekker puzzelen en altijd Melvin kijken. Ik ben ook aan het puzzelen, want we moeten dus serieus allemaal gouden monties vinden. Of allemaal gouden plusjes vinden. Alleen, hoe kom ik hier? Want we hebben dus hier links hebben we een map ding. Hoe kom ik hier? Wat? Hoe de flip kom ik daar? Is dat mogelijk? Ik was aan het tekenen en toen kreeg ik een melding. Ik was aan het livestreamen en toen ging ik live. Oké, ik weet dus niet hoe ik daar al kom. Oh, wacht, misschien wel. Ik kan me nog ergens herinneren dat we Monty's Claws nodig hadden met Freddy. Volgens mij hier achter ergens of zo. Even zoeken. Ja, hier. Freddy, kom eens bij mij. Hey Freddy, er zijn meer dan 1000 kijkers naar jou aan het kijken. Hoe voel je daarbij? Oh, kan je ze niet zien? Dat is zeer teleurstellend. Ooit in Snake geweest? Jawel, ik ben ooit wel eens in Snake geweest. Het is wel een hele tijd terug, maar Snake is wel, ik ben er wel vaak geweest. Leuk plaats is het. Is hier misschien dan iets wat we moeten hebben? Hallo? Oké, nee. Oh, dit heeft er gewoon letterlijk niks opgelost. Pfff. What the fuck? Oh, nu gaat iedereen vragen of ik in zijn of haar woonplaats ben geweest. Dat is natuurlijk hoe Twitch werkt. Maar nee, ik ben overal in Nederland geweest, chat. Dat jullie het even weten. Waar heb ik 1k kijkers? Op YouTube of op Twitch? Melvin, wanneer ga je Monty killen? Ik heb Monty al gekilled. Oh, kut, spoilers. Maar ik had verwacht dat iedereen wel alles had gezien. Maar blijkbaar niet. Hier is toch wel een cadeautje. Hoe kom ik daar? Oh, hallo cadeautje. Wie van jullie... Nou, ik wil... Weet je wat het probleem is? Ik chat heel graag met mijn chat op Twitch. Als je op YouTube kijkt, ik lees jouw chat niet. Ik lees alleen de chat op Twitch. Link staat in de beschrijving. Maar wat ik wilde zeggen, ik lees heel graag de chat. En daarbij heb ik ook heel graag interactie met de chat. Alleen is dat nu een beetje moeilijk, want het is super druk. Oh, god. Nou, we moeten in ieder geval naar een andere plek. Iemand zei dat ik naar het begin moet. Van dit al. Dit is inderdaad een mooi bedrag. Dat heb je helemaal goed. Niek, nogmaals dankjewel voor de 1,69. Je vindt het wel echt een heel mooi bedrag, hè? De 1,169. Oeh.
Oeh, is dit het? Wat is dit? Hallo? Is hier iets? Waarom kan ik hier naartoe en is hier niks? Hallo? Oké, dit is dus weer een of ander... Oh mijn god, wat? Oh, daar ligt daar een knuffeltje van Chica. Of ja, van Chica. Maar wat moet ik hier? Helemaal niks. Nou. Ja, het lijkt op een kleine Easter egg, maar ik weet niet. Nou, het viel een beetje tegen. We moeten echt totaal andere kant op. Hey Melvin, ik ben Helena, 4 jaar. Ik kijk al je video's, ik ben een echte horrorfan. Helena, als je 4 jaar bent en jij doneert... wat? Mijn video's zijn niet... Mag ik een nut in de chat XXX, je vriendinnetje? Oh, Sjaan. Oh, Sjaan, what the fuck? Sjaan die vraagt om een nut spam met de 666. Sjaan. Ik vind het wel super lief dat je die doet, hoor. Ik vind het wel super lief. Dankjewel. Oh. Namzat, hoe laat ga je live? We gaan dit spel uitspelen. We gaan sowieso het laatste einde halen, waarbij we nog allemaal dingen moeten doen. En daarna weet ik het niet. Dan is het eigenlijk aan jullie. Dan ga ik vragen of jullie, zeg maar... Ja, nu zit iedereen een nut te spammen. Vooral als je niet weet hoe dat eruit ziet. Zo ziet dat eruit. Allemaal nut. Allemaal alleen maar nut. Heel veel nut. Oh, god. Rechtsonder in een grote kamer in basement 1. Zit daar iets? Ik zit te kijken. Golden Roxy. Ik kom niet bij Golden Roxy. Oh. Heb ik Golden Roxy nou wel of niet? Ik weet het niet eens. Holy shit. Nee, god, we moeten terug. Oh mijn, ik ben echt zo'n noob. Waarom kijken er 700 mensen naar mij? Omdat je geweldig bent. Dankjewel, ommertje. Hoe? Emmertje. Dankjewel, vind ik super lief dat je dat zegt. Nou, we gaan in ieder geval ik vind dit bedrag list. Toch wat leuker eruit zien dan die 1.69 hoor. Waarom doneer je €6,96? Wat? Hè? Deze snap ik niet. Er heeft net... Dankjewel, Tryhard, voor het mij niet laten schrikken. Dat is wel echt super wholesome van jou. Waarom laat je mij niet schrikken? 30 cent minder en er was een kans dat ik ging gillen. Kijk, deze hebben we nodig. Oh, maar dankjewel. Ik vind het super lief. Wat een ge... Oké. Wat een gekke donatie wel. Dankjewel, Pik. Shout-out naar jou. We hebben in ieder geval nu 4... Oh mijn god, nee. Nee. Nee, 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 Freddy! Holy shit! Ben je rijk? Ja. Ik ben heel rijk. In de liefde. Oké, sorry. Oh. Melvin, je bent de beste gamer. Dat weet ik, hoef je niet te zeggen. Oké, we hebben dus nu Golden... Nou, hoe komen we bij Golden Roxy? Hallo! We moeten naar de maintenance tunnel en just Aiden! Dankjewel voor het tier 1 abonnementje. Dankjewel, Pik. Ik waardeer het super enorm. Dat is wel echt een zieke abonnee erbij. Dankjewel. En trouwens, iedereen die me ook volgt, applausje voor jullie. Ik waardeer het echt enorm. Zo lief als je dat doet. Helaas kom je niet op het scherm, want het is te druk. Dus ja. Freddy is weg. Oh. Wat een teleurstelling. Nou, ik ga in ieder geval wel even opslaan. Want we hebben nu 2 gouden plusjes erbij. En het zal zonde zijn als ik doodga en dit progress heb gemist. Dus ja.
Ik heb dus geen counter van mijn YouTube-abonnees op het scherm. Maar er gaan wel veel abonnees bij, blijkbaar. Als het goed is. Ja, we hebben gewoon in die tijd dat ik het net liet zien 20 abonnees erbij gehaald. Holy shit. Dat was... Kiekeboe. Doe dat nou niet. Ik vind dat niet lief. Fucking hell, waarom? Echt waar. Fuck die jumpscares. Ik kan jullie wel verzekeren, hoe verder de stream is, hoe minder hard ik ervan schrik, zeg maar. Dat jullie ja, het nee, even ik weten. Ben die tryhard. Ik vind die 6.69 alleen leuker eruit zien dan 1.69 als bedrag. Ik vergat mijn naam te veranderen. What the fuck, Niek? What the fuck, Niek en Mr. Finvis? Wat is al deze liefde, joh? Holy shit. Dank jullie wel voor deze lieve subbies. Is hier trouwens nog iets? Of niet? Freddy, ik heb jou even nodig om te kijken of er ergens wat is. En Tom! Hallo, Tom! Een van de OG-subjes hier. Ik ben erachter gekomen dat jij ook hier een OG-subje bent, Tom. Super awesome. Maar voor de rest is hier voor mij helemaal niks. We gaan hierheen, want voor mij moeten we hier naartoe. Nee, niet. Hier moet ik niet naartoe. Waar moet ik dan naartoe? Waar de fuck moet ik naartoe? Groetjes van mijn zusje en ik uit Canada, Melvin. We kijken sinds 2014 al naar je. Keep it up. 2014? Holy fuck. Xayenne en zusje van jou. Of Xayenelle. Ik weet niet hoe ik het zeg. Shoutout naar jullie. Vanuit welgeteld Canada. Damn. Is het daar nu niet heel laat? Of ligt het aan mij? En hoe komen we daar ook alweer? Ik zit te denken. Dit moet ik niet doen. Ik zit te denken. Hoe kom ik daar? We moeten in zo'n maintenance area komen. Oh ja, daar. Oké, we moeten hier wel langs. Als het goed is. Duitse Melvin was geweldig, ja. Ik weet niet of ik dat nu nog zou kunnen doen. Oh. Maar dankjewel voor de euro. En shoutout naar jullie uit Canada. Dat is wel echt gruwelijk. Canada. Ik weet het, Gio. Ik weet dat ik alles kan zien door de muren heen. Ik ben er van op de hoogte. Ik ben er helemaal van op de hoogte. Laten we ook even weer opslaan. Oh, nou dan niet. Wel mijn zaklamp even opladen, hoor. Doneren is niet verplicht. Ik zie veel mensen vragen van... Oh, Melvin, hoe doneer... Geld! Huh? Klein bedrag, maar ik wou je toch ergens mee bedanken voor alle leuke video's. Een Among the Sleep serie keek ik vroeger echt 100x opnieuw. Dat was altijd mijn favo smiley. In ieder geval, dat is echt super lief. Dankjewel voor 1 euro en 11 cent, Lindsay. Wat super lief van jou, dankjewel. In ieder geval, volgens mij moeten we hier naar beneden. Freddy? Oh, daar ben je al. Melvin, je bent de beste. Dat weet ik al lang, maar dankjewel. Oké, nee. Nee, jullie zijn de beste. Besef even met hoeveel mensen we hier zijn. Dat is toch bizar? Had ik verwacht meer dan 500 kijkers te halen op de... Oh. Oh, what the flipping flip is dit? Is dit waar ik naartoe moest? Geld. Holy shit. Hey Melvin, kijk je al sinds de eerste Oasis? Alvast ja! Gefeliciteerd met de 200.000 op YouTube. Bedankt voor je content. Het heeft me heel goed door deze nare klote tijd heen geholpen. Wat... Love you kleiner dan 3. Waarom zijn jullie zo lief? Waarom zijn jullie zo fucking lief? Ik snap het niet. Het is... Ook als je niet doneert en je laat zo'n berichtje achter, ben je ook fucking lief. Maar gewoon ook de donaties. Het is zo lief. Zo van een bedankje of zo. Like, what the fuck? En behalve Isis. Ik wil wel even duidelijk maken, ook omdat het nu op YouTube komt, behalve Isis. Isis is niet zo lief. Isis die heeft nog nooit een subje betaald. Ik heb... Alsjeblieft niet schrikken, knipoogend gezicht. Ik heb op zijn max 3 euro aan donaties gekregen van Isis. Dus weet je... Voor de rest, ja dat is wel karma trouwens. Nee, dankjewel Mr. Finvis weer voor de 666. En alles. Ik vind het allemaal super lief. Holy damn. Maar goed, waar moeten we heen? Hoeveel hebben we er nu? We hebben er nu 5, toch? 1, 2, 3, 4. Freddy, Chica, Roxy.
Monty hebben we ook. Oké, Golden Moon moeten we in het Vestentheater vinden. Wat? Oké, we moeten voor de laatste moeten we foto's gaan maken. Dit is wel echt ziek. Ik hou van borrelnootjes. Oh ja, en dankjewel MikeyE17 voor de sap. Wordt zeer gewaardeerd. Oh, wat is dat allemaal lief, jongens. Ongelooflijk. Geld. What the fuck? Je kan voor content een keertje gigamantisch spannen. Misschien wel een leuk idee. Ja, er zijn een heleboel dingen die je kan doen. In ieder geval, dankjewel. Dit zijn wel echt zieke dingen om te vinden, trouwens. Check dit. Oké. Dankjewel, Real Fritza voor de euro. En Jesse Daan ook dankjewel voor de euro. En shout-out naar Mikesy, die net nog even die subjes gaf. Dat was ook super awesome. Ik vind het wel een hele enge kamer, trouwens. Hey Melvin, ik heb er sinds eerst 25 jaar geen Disco donderdag. Maar je bent in ieder geval een held. Hey, Dr. Doritos de streams, dankjewel. Ja, waar de heck moeten we nog meer heen? We moeten dus nu naar de daycare. Daar gaan we maar gewoon langzaam naartoe. Waar we Sun and Moon voor het eerst tegenkwamen in aflevering 2, dacht ik. Daar moeten we nu naartoe. En ik ga hier gewoon even ondertussen wat secrets halen. Ja, we moeten Moon halen. We moeten Golden Moon halen. Ik heb hier op mijn mobiel. Ja, ik ben geen echte gamer. Heb ik gewoon even alles bij me van wat ik moet halen. Dus dan weten jullie dat. Let's go. Yeah, let's go. Of zo, hoe zegt hij dat ook alweer? Kijk, nu kunnen we hier ook doorheen. Hey, TSMMO Brun, dank je voor het subby ook. Wat een liefde. En er komt even een Sjaan kijken, hallo. Ze zeggen dat je moet. Ik weet dat ergens 4 jaar geleden zei dat je nooit meer de hallo zou gaan doen van je meme. Maar kan je op de 200.000 abonnees een uitzondering maken en het voor 1 keer doen? Ik heb Sun. Ik heb geen moon. Chat, laat jullie Shania nou helemaal opstaan om hier te komen en dan is het niet eens nodig. Jongens, jongens. Je hebt moon al. Ik heb geen moon. Maar dat zeggen ze. Maar ik heb geen moon. Maar ik heb geen moon. In ieder geval, dankjewel voor wel het zeggen. En dankjewel Niek voor nog eens keer 1,69. Ik weet niet, maar ik kan er wel uit ophalen dat je heel erg van 69 houdt. Klopt dat? En waar ben ik nu dan? Kan ik hier wat afspelen of zo? Wat is dit? Chat? Weet iemand wat dit is? Ik probeer niet alles op te zoeken. En ik probeer dus ook zelf wat secrets te vinden. Maar wat is dit? Nee. Oh. Wat is dit voor gekke kamer? Wat is dit ook? Een... Hoe heet dit ding? Een Filiamco. Oké. Nice. Je moet cd's verzamelen. Ja, ik heb letterlijk 1 cd gevonden blijkbaar in de hele Let's Play. En die vond ik net terwijl ik dat niet eens had gepland. Maar goed. Freddy, mag ik er langs? Oké, dankjewel. Een bioscoop. Ja, dit is wel een soort van bios, hè? Oké. Ja, Remcosaurus, echt waar. Even shout-out dat je nou ook naar de mods hoort. Zou het best goed bij. Maar ik moet toegeven, de chat is echt best wel lief. De chat is echt wel lief. En Sjaan, als iemand zoiets stuurt... Ik weet dat je de ene keer wat liever bent en de andere keer wat strenger. Maar als zo iemand... Jouw Melvin, dikke zo naar jou. Dikke zo terug naar jou, Victor Boyman. Hey, dankjewel voor de 1 euro. Super lieve, super ah. Maar wat ik wilde zeggen... Die mag je gewoon wel echt een dag verbannen, joh. Boeien. Als iemand zoiets spamt, dan heb ik daar niks aan. En dan hebben jullie daar ook niks aan. Dus je krijgt gewoon echt wel een week een time-out geven, joh. Ik moet gaan... Mag dat, ja? Ja. Als iemand niks nuttigs meldt of zo, gewoon doen. Dat doet me echt niks. Beetje streng mag wel. En ik ga trouwens hier eerst even opslaan. Door die cd's kan je uiteindelijk audio horen van Vanessa.
Oh, daar heb ik wel wat van gelezen. Ja, 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 ja. Daar heb ik wel shit van gehoord. Dat klopt. Hoi. Ik heb er ook helemaal niet bij stilgestaan dat de 1,69 donatie nog aanstond. Oh mijn god, dank jullie wel voor deze donaties wel. Wow, wat is dit dan? Oh mijn god, er zitten zoveel secrets hier. Let op de batterij van Freddy. Oh, dat is een hele goeie dat je dat zegt. Wat is dit? Oké. Ja, we hebben het gezien. Freddy's batterij is bijna leeg. We moeten even opletten op onze grote vriendelijke vriend, Le Freddy. Oh, hier kunnen we hem trouwens opladen. We hebben al het geheime sister locatie einde gehaald hoor. Ik weet niet, maar als je alle video's hebt gezien van mijn kanaal, dan weet je dat we nog maar één einde moeten. En dit is het laatste einde waarbij we alle gouden plussies nodig hebben. En die ben ik nu een beetje voorzichtig aan het zoeken. Met een omweg wel te zeggen, want deze omweg komen we nog van alles bij tegen. Misschien ook leuke dingen die we kunnen doen en zo. Dus daarom zijn we met een kleine omweg bezig. En gaan we serieus... Nee, ik geloof niet dat we vandaag de 200k subs halen. Nee, we hebben nu bijna... Dan moeten er nog... Hey, hier is weer zo'n cd. Wat zijn die cd's? Wat zijn die? Waar kan ik die afspelen? Weet iemand dat? Is hier ook nog iets? Freddy, ik heb je even nodig met je visioen door de muren heen. Ga je naar de deken? Ja, Jesse, we gaan naar de deken. Nee, die cd's werkten net niet bij de monitor, dat jullie het even weten. Ik heb dat net geprobeerd, maar het werkt helaas niet. Dat geluid is de TL-lampen die je hoort. Die TL-lampen hierboven die knipperen en dan gaan ze half heel, half niet heel. Oh, hier kunnen we ook nog heen met Freddy. Holy shit. Freddy! Dankjewel, Pik. Wel, dan ga je nog 5 Nights at Freddy's fangames spelen. Oh, jazeker, dat ben ik sowieso van plan. Oh mijn god, wat is er met hem gebeurd? Holy shit. Oké. What the heck? Maak een foto van die muur. Echt? Oké, zullen jullie het zeggen? Maak een foto van die muur. Jullie zijn de pro's. What are you doing? What the f- Holy shit! Shoutout naar de chat! What the fuck? Dat is wel echt een... Dank jullie wel ervoor. Waarom zijn jullie zo pro-gamers? Poch? Melf Poch? Holy damn. Oké dan. We hebben hier wel iets wat we kunnen doen. Oh, wat? Hey Vanessa, how are you feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Hey Melvin, yes. Een trouwe kijker hier. Okay. Ik kijk al sinds het begin en heb laatst weer opnieuw de Oasis opnieuw gekeken. Plus de Outlast video's. PS, je moet naar Sans Rome maken in de basement een foto van een poster of cardboard. Onwijs leuke video, much love, draaiende harten. Hey Laantje, 1, 2, 3, 4. Je stoorde echt compleet het moment. Maar alsnog dankjewel voor de euro en voor het lieve berichtje. Ik waardeer het enorm. Aww.
Dankjewel. Shout out naar jou. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and dit is Vanessa. Yes, yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Okay. Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. Ha 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 ha. Yes. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Dit was een knijterlange CD waarin we twee keer zijn onderbroken door Laantje en door bladgroenkorrels. Kokkorrels. Godsamme. Waarschijnlijk ligt de helft van jullie nu al met een hartaanval deze stream te kijken, maar goed. Ja, dit is wel echt bizar. We hebben dus nog een CD, toch? Of niet? Ja. Isn't it a pretty day? Ja, hele mooie dag. What's the matter? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Better? When the shades pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave. Yeah? Hmm. So you're not talking to me again today. Oh hoi, ik doneer nu alleen maar even zodat er weer eens 1,69 wordt gedoneerd. Let maar niet op mij, haha. Kunnen jullie even een minuut of twee niet doneren, zeg maar? Is dat mogelijk? Is het mogelijk? Geld! Waar blijft Discord donderdag? Joep, Discord donderdag is voorlopig gewoon compleet van de buis, oké? Nu even niet meer doen. Even afluisteren. Ik wil even dit horen. Verdomme Joep, verdomme tryhard. Nee, ik waardeer het wel. Het is allemaal super lief. Want ISIS doet dit natuurlijk bijvoorbeeld niet. Dus ja, weet je, we gaan even verder luisteren. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Wat moet dit voorstellen, chat? Even. Wat zijn die cd's? Zijn die cd's iets van een therapiegesprek met Vanessa? Of hoe zit dat? Ik heb het gevoel dat dat het namelijk is. Een soort van Vanessa die in therapie is. Of zo, iets. Pauper van... Wat heeft Vanessa nou alweer gedaan? Opeens iemand in de chat. Ja joh, dat is een pauper Vanessa. Oh, hier kunnen we ook nog heen. Freddy, ik heb je weer nodig, pik. Ja, ik denk dat ze een of andere issues heeft. Ja, ik weet het ook niet, maar daar lijkt het wel op. Melvin, waar is je loket? Ik word gepest. Ik heb helaas geen loket. Je mag wel een berichtje naar me sturen, Isis. We gaan wel verder met lopen hier. Oh, we hebben hier allemaal deuren, joh. Wat de heck? Waar blijft Horror Zondag met Melvin op dagelijks HD? Dagelijks HD? Ik weet niet waar het blijft, maar... dagelijks HD. Dagelijks HD, dat bestaat niet meer. Nee, oké. Nee, ik weet niet waar de Horror Zondag is, maar we gaan wel gewoon verder. Hier hebben we allemaal deuren die we open kunnen maken. Of dit niet. Kunnen we dit nou niet open maken? Alles kan open, dit niet. Freddy? Waarom krijg je dit niet open? Ik begrijp er geen kloot van. Waar gaat dit voor de rest naartoe?
Hier was de eerste keer dat Monty kwam. Alsof het gisteren was. Holy shit. Is er nog eens een... Er is nog eens een debat podium van Foxy en Bonnie. Oh, echt? Wat is hier achter trouwens? Wat is dat dan? Holy fuck. Kan ik daar ook naartoe? Hallo? Ik wil daar naartoe. Oh mijn god. Waar ben ik? Wat? Waar? Ik heb niet eens security niveau 12. Nou, oké. Okay, dit is wel echt weer echt top. What the fuck? Rip de chat voor de... Nee, ja, wel een beetje. Sorry. Ik weet hoe je dat krijgt. Mooi. Ik nog niet. We zijn met een omweg aan het gaan naar hoe heet het toe. Yo Melvin, ben er weer hoor. Bijna 800 plus kijkers op Twitch. Het is je gegund kleiner dan 3, kleiner dan 3, kleiner dan 3. Geld! Dankjewel, owner LH. Hey Melvin, heel veel succes met alles wat je doet. Wij hopen dat je snel de 200k haalt. Groetjes van de Coaches Cute Dog. De Coaches Cute Dog, dankjewel voor je 5 euro. Holy damn, wat zijn deze donaties? Like... Alle donaties verdienen confetti. Dank jullie wel ervoor. Freddy, ik moet hier trouwens doorheen. Kun jij dat voor me doen? Maar dank jullie wel, hè. Het is super lief. Security pass, maar die heb ik al, toch? Waarom... Freddy, ik moet hier doorheen. Freddy. Loopt dit nou serieus dood? Ik weet het, Dave, het eentje. Daar zijn we nu ongeveer mee bezig, zeg maar. Waarom mag ik hier niet doorheen? Dit is weer echt... Godsamme, ik moet nu dus glitchen. Ik moet nu dit doen als het goed is. Tada, zo glitchen in Five Nights at Freddy's. Dit heb ik ook moeten doen toen ik Vanessa haar einde wilde halen. Dus vandaar dat ik wist wat ik moest doen. Hou je van kabeljauw? Ja. Kabeljauw is wel lekker op zijn tijd. Kabeljauw is wel een moeilijke vis om te maken. Zie, nu zijn we hier. Hier ben ik ook al een hele tijd niet geweest. Allemachtig. Ronald kijkt mee met de stream. Is Ronald aan het lurken? Is het niet heel eng dat jullie kijken of Ronald de stream bekijkt? Of ligt het aan mij? Maar shout-out naar Ronald. Ronald is wel echt een lieve man. Ik heb door Ronald zijn nieuwste video heb ik 10 laptops besteld bij hem. Hij heeft echt een zieke intro. Hoe kom ik hier trouwens achter? Hallo? Oh, daar. Eh? Oeh, wat creepy. Tien laptops bekeken, dat giveaway. Nee. Ik heb geen geld om te giften of te durven. Hé, hey, maar je hoeft echt niet te doneren of zo. Kijken en gewoon meechatten is ook al super lief. Besef dat. Het is geen verplichting om mij een donatie te doen of iets. Of om te abonneren. Fuck. Oké, we zijn niet alleen. Ik herhaal, we zijn niet alleen, chat. Ik weet wel dat ik hier even al deze dingen verzamel. Wat vind je van dit spel? Vind je dit spel nog eigenlijk eng? Hey! Sugar High? We hebben een achievement! Holy damn! Ik weet alleen niet welk achievement het is. Wat? Wacht even, ik wil even kijken welk achievement het is. Hier zijn alle achievements die ik heb gehaald. We hebben Sugar High. Complete the Fizzy Fest Challenge. Oké. Okay. Dat verdient wel een klein applausje voor mezelf. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Wat zijn jullie toch lief dat jullie een applaus geven. Watermelon Sugar High. Watermelon Sugar High. Oké. Okay. En we hebben trouwens nog twee, hoe heet het, gevonden. Twee tassen met tekst.
False alarm. A local police officer came by tonight. He said he was responding to an emergency call from someone inside the pizzaplex. There is no way that is possible. I was the only one here and I'm certain Lee didn't make any outside calls. He wanted to look around, but I sent him away. Just another prank call. Torn paper. It is there, but you can't see. Alone in the dark. I found the key. The answer. Blue. Move blue to corner. You should be able to work it out from there. What? Okay. And Monty Mischief. Monty didn't show up for the main stage performance again. We found him in the same place as always do. The catwalks over Monty Gulf. We can't have any repeat of last month. Someone hit the hole in one and the hurricane bucket knocked him down. Both legs were broken and required emergency parts and service work. Nou, cool. Allemaal backstage verhaal. Vinden jullie het backstage verhaal ook wel leuk om te horen of niet? Ik laat het natuurlijk allemaal lezen en zo, maar vinden jullie dat wel leuk? Waarom 10 laptops? Chat, dat is een grapje. Het is de bedoeling dat jullie lachen. Hoor je dit? Dat is de bedoeling, maar jullie nemen het allemaal te serieus. We gaan trouwens best lekker, we vinden echt een boel spul. Freddy, laat nog eens zien of iemand in de buurt is, pik. Hey Melvin, ik en mijn zus Frida kijken je al heel lang. Wij zijn super trots op je allebei. Alvast gefeliciteerd met 200k roodhart virtuele knuffel van Bente en Frida. Bente en Frida. Ga zo door Melvin, je bent echt geweldig. Ik weet zeker dat je iedereen een stukje vrolijker maakt met wat je doet kleiner dan 3xxx. Wie tilde, geef Sjaan ook even 3 kussies, zij verdient het ook heen. Waarom vind ik dit opeens? Hey, Kinky Kikker, die geeft of die verlengt gewoon even het abonnementje. Ook super lief. En BentyXX, dankjewel. En ook shout-out naar je zus Frida. Jullie zijn echt trots op dat ik bijna de 200k heb. Nou, ik ben er zelf ook wel echt trots op. Dank jullie voor de 1,11 euro. En dan nog van B. Ga zo door, want je bent echt geweldig. Ik weet zeker dat iedereen een stukje vrolijker maakt met wat je doet. Dat is ook super lief dat je dat zegt. Geef Sjaan ook even 3 kusjes, zij verdient het ook. Sjaan verdient ook 3 kusjes, super lief, denk ik wel voor de 1,69. Jullie zijn echt, echt waar, super lief vandaan. 3 kusjes terug. 3 kusjes terug. Oh, ik hoor een Roxy. Nou, we gaan in ieder geval doorsjouwen. Daar ligt ook nog een ding. Ik probeer zoveel mogelijk te verzamelen nu, dat jullie het even weten. Vind je het spel nou nog eng? Oh ja, daar was ik mee bezig. Maar nee, niet zo eng meer als eerst. De eerste keer toen ik dit speelde was wel echt van holy shit. Lieve kijkertjes, doneren is niet verplicht. Als je wil doneren, doe dat dan alleen als je het kan missen. Melvin is al heel blij met jullie. Roodhart, 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 roodhart. Nou, Mr. Finfish, je haalt me bijna de woorden uit de mond. Dankjewel voor je eurodonatie. Maar het is wel zo... Ik waardeer gewoon ook de aanwezigheid van jullie. Dus de donaties zijn echt niet verplicht. Oh, fucking shit, er staat een Roxy. Freddy, er staat een Roxy. Wat moeten we doen? Ik ga gewoon in jou. Geheim locatie die in het pizzaplek zit. Dat is van Sister Location. Als je de locatie van Monty gaat voor de eerste keer achter je aankwam. Ga dat jullie naar de meente. Dus daar moet je de klauwen en verder. Ik heb geen idee wat jij net zei. Kijk altijd samen met mijn moeder naar je. Ga je ook een serie van Ark maken? Groetjes Brian en mama Bianca. Hey, Brian en mama Bianca. Dankjewel voor de 666. Oh. Ook al schrok ik er niet helemaal meer zo goed van. Het is al iets te vaak gebeurd deze stream. Vind ik het wel super lief van je. De moderators doen enorm hun best om de chat gezellig te houden. Gelieve ook nog even wat liefde te tonen voor de moderators kleiner dan 3. Melvin, ga je ooit even na FVR spelen? Oké, we moeten allemaal vragen beantwoorden. Brian, ik ga waarschijnlijk niet Ark spelen. Sowieso niet op mijn YouTube-kanaal. Ik vind Ark niet zo leuk. Het is niet helemaal mijn spel. Dus ja, maar alsnog, shout-out naar jullie en je moeder. Want het is super lief dat jullie dat gewoon even doen. Yeah! Dan nog Wesley Ooms met de euro. Inderdaad, gooi even wat haartjes in de chat voor de beste abonnees. Nee, de beste moderators ooit. Melv, mod L. Melv Mod L in de chat. Doe dat even.
Doe dat even. Gooi even dat in de chat. Want de moderators, ik heb er niet heel veel, maar ze zijn allemaal wel stuk voor stuk even lief. Doe dat. We gaan hier trouwens voor het eerst weer een keer naar... Security alert! Security alert! What the fuck? En knakworstsapje, een hele goede avond denk ik wel voor de 1.49. Mogen alleen dus nu niet naar beneden? Oké. Okay. Nou, wat de bedoeling is hier... We moeten van 4 cardboard dingen... een foto maken. Oh, maar die zitten niet eens hier allemaal. Dat meen je. Oh, wauw. Oh mijn god, oké. Okay. Nou, er zit hier wel eentje. We moeten eerst naar de basement hier. We hebben nu wel een beetje omgelopen, maar goed. Maakt niet uit, we zijn nog lekker live. Melvin, ik hou echt van u en uw video's. Je bent echt geweldig op slechte dagen. Kijk uw video's en dan kijk ik even terug en even lachen. Veel love en doe zo voort. Hey Jonas, super lief berichtje. Dankjewel daarvoor. Shout out Neo. Joe Melvin, ben al de hele week hyped voor deze succes. Nog kleiner dan 3, kleiner dan 3. Ik ben ook echt oprecht deze week al hyped voor deze stream. We moeten in ieder geval hier naar een basement toe. Dus gaan we eens kijken. Maar dank je ook voor de euro. Shout out Neo, ik waardeer het enorm. Welcome to Freddy Fazbear's Fazbear Theater. Now enjoy the comedy stylings of Staffbot. Geld! Nee. Kan je please kip eten zeggen? Ik ben je grootste fan en heel mijn week zou weer goed zijn. Ga zo door, smekend gezicht harten. Ja, maar letterlijk dat ik ga zeggen... kip eten. Oké, ik ga het voor je speciaal in fullscreen doen. Kip eten. Alsjeblieft, ik hoop dat je er blij mee bent. We moeten in ieder geval hier naar de basement toe, want hier staat één van de 4 cardboard dingen die wij moeten fotograferen. Ga je Five Nights at Freddy Help Wanted spelen? Is wel het plan dit jaar. Ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen qua setup en zo, maar ik ben het Hallo wel Hallo Melvin, van plan. Ik vind je stream heel leuk. Ga zo door en wat voor games ga je hierna doen? Hey, dankjewel ook voor de euro, de coolman Raf. Wat we na gaan doen, weet ik eigenlijk nog niet. We gaan sowieso niet... Deze stream is puur en alleen Five Nights at Freddy's, dat weet ik wel. We gaan niks anders hierna doen, dus ja. Hoi Melvin, ik heb gedoneerd omdat ik altijd heel blij word van je video's en ik wil je daarvoor bedanken. Kijk, hiervan moeten we foto's maken. What? In ieder geval ook Thomas. Dankjewel voor het eurotje. Shout out naar jou. Maar dit is dus de eerste van de 4 die we moeten hebben. We moeten nu naar Monty Golf. Echt? Moeten we helemaal daar naartoe? Oh mijn god. We moeten echt veel lopen in deze stream. Ik hoop dat jullie er allemaal dat niet erg vinden. Vinden jullie het erg dat ik loop, chat? Hi Melvin, kan niet... ik kan maar niet uitvinden hoe ik moet doneren. Maar ik wil zeggen dat ik jou en je studio super tof vind. Ga zo door. Alleen maar love, Lizzie. Hey, dankjewel Lizzie. Weet even dat doneren ook niet verplicht is. En dat zo'n berichtje ook... Als je het af en toe probeert, geld. Dat ik het lees. Dus dankjewel daarvoor. Ayo Melvin, je video's zijn altijd geweldig om naar te kijken. Ga zo door en dan haal je de 200k in no time en dan naar de 300. Succes met je stream. Ik zal erbij zijn kleiner dan 3. Waarom staat Freddy daar? Freddy, je bent aan het glitchen pik, dat je het even weet. In ieder geval, dank je ook weer voor de euro. Al deze euro-donaties, wat de heck. En Sjaan is echt een one-mod. Ja, Sjaan, ga alsjeblieft niet je overwerken of zo. Ik heb jou nog langer nodig dan vandaag, zeg maar. Op naar de 200k. Ik heb hier wel mijn live counter. We hebben de... Oh, we hebben de 199.511 abonnees aangetikt. Holy damn. Wat een
Wat fucking vet. Als we deze stream 500 abonnees nog halen, dat gaat waarschijnlijk nooit lukken. Maar ik stel als, dat zal echt gewoon ziek zijn als dat lukt. Nog 489. Melvin. Mensen, waarom zei ik Melvin? Ga allemaal zeggen dat ze moeten abonneren op mij. Want ik maak de leukste content ooit qua gaming op heel YouTube Nederland, internet, dingetje. Maar goed, we moeten dus... Ik zal het weer even kijken. Monty Golf. Waar is de backstage area? Geld! Hoi, ben ik weer een leuke stream. Ga zo door bijna 200.000 abonnees. Hey, de cool man Raf. Dankjewel voor nog een euro. Inderdaad, we zijn bijna bij de 200.000 abonnees. Het is ongelooflijk. Ik heb er echt heel lang voor gestreden. En ik heb afgelopen jaar heb ik er ook echt gewoon oprecht hard voor gewerkt. Dus ik ben echt trots als het gebeurt. Sorry, hier 2 euro in plaats van 1 LMFAOOO. Oh, Danielle, waarom doneer je nou een 2 euro? Dankjewel voor de 2 euro. Ook super lief allemaal. Robbie Gerard, als je de punten sloom vindt gaan, moet je abonneren. Dan gaan ze van mij 1,5 keer zo snel of zo. Of 1,4 keer zo snel. Dus als je echt ook nog nuttig wil zijn met abonneren, behalve naar mijn supporten, dan kan je dat dus ook doen. Ja. Tipje van Melvin. 1,2 keer zo snel. Oh, ik heb net gelogen. Het is blijkbaar 1,2 keer zo snel. Alsnog. Het is wel sneller. We moeten in ieder geval bij Monty Golf moeten we bij een... hoe heet het ding zijn? Een vuurtoren. En daar is dan ook zo'n ding wat we kunnen doen. Monty's Gator Golf. Ik vind dat ook best weinig, Sjaan. Inderdaad. Ik heb trouwens 7 slokjes water die ik moet nemen. Ik ga ze even allemaal nemen voor jullie. Geld! Senna loves cats. Hey Melvin, proficiat naar wat je tot nu toe allemaal hebt bereikt met Twitch en YouTube. Die 200.000 zijn je enorm gegund. Ga zo door, topper roodhart. Kelsey, holy shit. Weer 5 euro. What the fuck? Dankjewel, Kelsey. Super lief. Ik weet gewoon niet waar ik dit eigenlijk aan te danken heb of zo. Ik doe het ook met heel veel plezier namelijk. Maar dankjewel. En een hele slokje voor Electrobeats, Pak Appelsap, It's Eldo, Samolord en Senna Loves Cats. Dat waren 5 slokjes water. Holy shit. Hey Melvin, je bent een baas. Ik volg je al sinds dat je net begon en je verdient meer volgers. Oh, er waren 7 slokken. Oh. Nog één. Die slok... Oh! Sjaan, wil je niet aan de punten zitten? Want voor mij heb je nu... Hè? Wat heb je allemaal weggehaald? Of ik weet het niet. Oh. Nou, we gaan verder. Melvin, we moeten hier, je bent geweldig. Groep 8 van de Delta, veel sterkte in jullie quarantaine. Hoop dat we woensdag allemaal weer op school zijn. Brian en mama Bianca. Wesley 073, die dank je wel nog voor de euro. Ik waardeer het enorm. En Brian met de 1,69. Dankjewel ook. Shout-out naar groep 8. Ik weet niet waarom. Misschien is de moeder van Brian juf, Bianca. Of is groep 8 van Delta, is dat de groep 8 van Brian? Ik weet het niet. Maar shout-out naar die groep 8, denk ik dan. We moeten in ieder geval hier naar een vuurtoren zoeken. Waar is hier een vuurtoren? Ik denk dat boven, of niet? Oh. Is hier een vuurtoren? Welk cardboard moet ik een foto van maken? South of Monty Golf? Ben ik hier... Ik denk dat ik hier niet moet zijn.
Mijn hele school is dicht, want 30% heeft het virus. Oh shit. Er is wel echt veel, veel aan de hand ermee, maar we gaan het daar niet over hebben. Ja, die deep dab, dat begrijpt niemand op YouTube. Dus dat gaan we waarschijnlijk op het einde van de stream pas doen. Waarom willen jullie de cam links hebben? Wat is daar de reden van? Er staat toch niks rechts bovenin, of ben ik nog gek? Piep, 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 piep. Wat ga je doen als je de 200k abonnees hebt? Ik heb wat plannen. Er komt niet gelijk iets online, maar ik hoop dat ik in februari iets rond kan krijgen. Dat is een beetje het idee. Waar moet ik zijn? Er staat hier... South of Monte Golf, diagonally across the lighthouse? Is dat hier dan? Moet ik hier ergens... Van dit? Moet ik van jou een foto maken? Damn, dat is wel zo creepy. Ik weet niet waarom, maar ik... Freddy, ik zag je dan net letterlijk in de lucht spannen, maar goed. Hallo Melvin, ik ben doodziek, maar het maakt me blij. Hey Veronica, beterschap, ik weet niet wat er aan de hand is, maar sterkte. En welkom. We hebben dus nu 2 van de 4. Waar is de derde? De derde is in de backstage area en de vierde is in de West Arcade. Waar is de backstage area? Is dat daar letterlijk backstage? 16 van mijn 30 mensen hebben mijn jeutje. Hey, beterschap, J. Pepperpoggers. Dit is toch de... Wat is de Westarcade? Dit toch? Ja, het is goed is wel. Het is goed is dat West. Speel je nog SMP 2? Nee, ik heb het 3 keer gestreamd. Maar ik voelde hem niet zo deze keer. Ik had er ook weinig tijd voor, dus ik heb er helaas niet zoveel op gespeeld. Maar we moeten hier dus nu ergens een gang in. Waar dan? Oh, we kunnen niet in de ballenbak. Geld! Waar moet ik heen? Kerel, bedankt voor je video's. Ik kijk ze met veel plezier. Ga zo door, je bent echt mijn jeugd geweest. Groetjes, Joey. Ah, Joey, like what the fuck? Ik kan niks bedenken om te zeggen, dus hoi. Joey, dankjewel voor de lieve 5 euro en lieve berichtje. Shout out naar jou. En ook Ultra Renzo Lord voor de 1,69. Ook net zo lief ben jij, dankjewel. Located in West Arcade, proceed into the long hallway beyond the security room. Oh, West Arcade. Wacht, dit is niet West. Ik ben echt dom. Ah! Sorry chat, ik ben echt helemaal niet slim. Hoezo ga je nu slapen? Ik ga helemaal niet slapen. Ik sta hier gewoon te streamen. Wat? Je bent niet dom. Nee, dat weet ik. Maar soms voel ik mezelf wel een klein beetje dom als ik dit speel. maar dat komt. Ik heb ook heel veel groepsdruk. Er kijken meer dan 700 mensen naar deze stream. Dus ik heb wel een soort van druk van... Ik moet dit goed doen. Ik moet dit vuureinde halen. Wat blijkbaar nog veel meer werk is dan ik had verwacht. Dat had ik totaal niet door. Dus ik vind het ook super leuk om dit even te streamen. Voor jullie allemaal. Drop ik frames? Nee, ik drop geen frames. Het probleem met dit spel is dat het lagt. We moeten nog 2 foto's. Eentje backstage en eentje in de West Arcade. Dat is daar. Ik ben niet gay, maar waarom ben je zo mooi? Ik zie dat als een compliment, dankjewel. Dat is wel echt ook... Dankjewel.
Ik ben ook niet gay, maar waarom ben je zo mooi? Ben je single toevallig? Dankjewel, Sjaan. Wat super lief ook. Ah. Ik ben al bezet door Sjaan. Dus ik weet niet hoe dat komt, maar oké. Melk heeft mij reageerd en ik heb een vette Easter egg. Ik heb net op je gereageerd, maar daardoor heb ik nu niet die Easter egg gehaald, dus... Ja. En nu? Je verdient het maat, Roodhart. Holy shit. Ja, mijn kop. Ik weet het, Isis. Is net zo schrikwekkend als jouw bankrekening. Fucking hell, we worden hier achterna... Oh shit. Please, laat me opslaan. Ah! Holy shit, hoe dik we... Oh mijn god. Slaap, 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 slaap. Dankjewel, Wesley. Oké, dit is het eerste moment dat dit wel echt heel heftig was. Maar, what the fuck, Wesley komt opeens met de 20 euro. Je verdient het, maat. Wesley. Like, what the fuck. Dankjewel. Ik waardeer het enorm. Ik weet voor de rest ook niet wat ik erop moet zeggen. Maar dankjewel. Shoutout en holy shit. Super lief. Dankjewel, Wesley. Mag ik wat hartjes in de chat voor Wesley die opeens gewoon 20 euro doneert uit het niets? Mag ik ook hartjes voor iedereen? Niet alleen voor Wesley, maar voor iedereen die donatie heeft gedaan. En wacht, mag ik ook hartjes voor iedereen die aanwezig is? Want holy fuck, dit is echt bizar. Dus dankjewel daarvoor. Holy shit. We hebben een slokje water van Chelsea. Nou, dan noemen we een slokje water. Nou, eerste dead. Dit was wel heel soepel, ja. Hallo, Chica. Dankjewel voor de hartjes en de melfelletjes. Ik waardeer het. Nog maar 900... Nee, wat bedoel je? Ja, ik heb... Goed dat ik inderdaad heb opgeslagen. Wat zou ik nou nog zoeken? Oh ja, hoeveel abonnees ik heb. We hebben er nu... Holy shit. Wat? Waar komen al die abonnees vandaan? Er zijn gewoon weer 50 bijgekomen in die tijd. Like, what the fuck? Dank jullie wel. Ik snap het echt niet, maar... Ik vind het wel echt super awesome. Waar lag Golden Chica ook alweer? Pff, weet ik niet, joh. Ergens in dit gebouw. Maar hier moeten we een foto maken. Waar gaat dit trouwens heen? Ik weet niet. Is het dit? Waarschijnlijk wel. Het is zo gek, maar het werkt steeds. Holy damn. Kan je doneren op iPad? Het kan wel, maar dan moet je heel snel teruggaan naar de livestream. Dus het hoeft ook niet. Als we 200.000 abonnees halen voor 9 uur, dan weet ik niet wat ik ga doen. Ik zou dan echt niet weten wat ik moet doen ofzo. We moeten in ieder geval nog eentje, dat is in de backstage area. Dan kunnen we daar de... Uiteindelijk de Golden Moon ook vinden bij de daycare arena. Dus ja, dat gaan we doen. Hoe switch je van zaklamp naar vestcam? 1, 2 en 3. Gewoon de toetsen op het toetsenbord, zeg maar. Zo moeilijk is het niet. waar moet ik heen? Ik moet daar de trap... Oh! Ah! Chica, echt waar. Hallo. Hey, Tessiebeer. Dankjewel. Oh, wat, die geluiden zijn zo eng. Hou op.
Tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. Tessie Beer met een niveau 1 abonnementje op mijn kanaaltje. Wat super lief. Holy damn. Dankjewel. Shoutout naar jou. Dankjewel voor het abonneren. Gaan we de 170 abonnees halen? Ik durf het te vragen. Gaan we dat halen? Hier in dit hoekje zie je hoeveel abonnees ik heb op mijn Twitch kanaal daar. En als daar 170 staat, dan ben ik heel blij. Wat ik inderdaad ook een beetje heb gedaan met deze stream, of met deze game. En natuurlijk in het begin was het echt fucking eng, maar op een gegeven moment weet je hoe het spel werkt. En dan gaat de horror er zeker weten wel van af. Vindt het nog steeds een mooi bedragje. Dankjewel Niek voor nog een keer 1,69. Deze man blijft ook maar doorgaan. What the fuck Niek. Oh. Jij houdt hier wel echt van, hè, van de 1,69. Gekke man, dankjewel. In ieder geval. Backstage area. Waar is hier de officieuze backstage area? Weet iemand dat? Waar is de backstage area? Waar moet ik heen voor de backstage area? Oh mijn god. Oh mijn god. Hey, Snibbles Party met ook een nieuw abonnementje. Holy damn, dankjewel. Bij de animatronics kamers. Is daar de backstage? Ik ga hier gewoon even naar beneden. Dat vind ik wel leuk. Maar dankjewel Snibbles Party voor het abonneren. Oh, we hebben weer bijna een hype train. Ik weet niet of ik de hype train muziek ga doen. Maar het zou wel kunnen. Als het een hele gekke hype train wordt van niveau 2 of niveau 3. Dan doen we de hype train muziek hoor. Is hier ergens de backstage? Ik weet het niet eens. Ja, dat is daar. Weet je het zeker Job of niet? Waarom moet ik de camera linksboven zetten? Er is toch niks aan de hand met rechtsbovenin? Of ben ik nog gek? Er staat niks rechts op het scherm. Nou. Bits! Tessie Beer met 100 bitches. Ook dat nog. Holy damn. Dankjewel. Oh. Enk Saiyan van Drogenbroek. Geeft een subje aan Stalin. De allereerste. Holy damn. Wat een liefde. Is hier de backstage area? Dat moet ik wel even achtervogelen. Achterhalen. Is dit goed of niet? Als we niveau 3 hype train halen, dan gaan we de hype train muziek weer doen, chat. Laat jullie het even weten. Dit is MR Beast, ik lieg niet. Dit is Mr. Beast, ik lieg niet. Dankjewel voor de hele lieve donatie van 1,69 Mr. Beast. Waarom is het dan niet 169.000 euro? Er gaat iets fout. Oh, we hebben er 170! Echt waar? We hebben er 170 abonnees gehaald. Holy shit. Dat verdient wel een kleine hype. Herinneringen opgelucht gezicht zwart hart. Ja, maar jezus hé. Ik loop... Mijn camera loopt zelfs vast. Waarom doen we dit? Waarom? What the fuck? Oh mijn god. Mijn camera is gewoon vastgelopen. Holy shit. Oh mijn god.
Nou, als dit geen mooi moment is in de stream, dan weet ik het ook niet. Geniet er nog van, 3, 2, 1. Daar ben ik weer. Hallo, in levende lijven. Wat de fuck gebeurde daar? Die jumpscare heeft gewoon net mijn computer gesloopt. Dat kan waarschijnlijk omdat het allemaal Japanse tekens waren of zo. Of Chinezen, ik weet niet eens. What the fuck? Nou, prachtig. Dat was wel echt het leukste streammoment tot nu toe van deze hele stream. What the fuck? Oh, de backstage area. We moeten hier dus ergens in de backstage area iets vinden. Ik ga het echt niet weten, joh. Maar dankjewel voor de 66 op de meeste mooie timing ooit. En ik... Trouwens, bij de 200 abonnees, dat heeft mijn moderator Sjaan net verzonnen. Bij de 200 abonnees doe ik hier een koprol op de grond, oké? Dan weten jullie dat. Maar is dit de backstage area of niet? Geld! Ik weet het namelijk niet. Dit is 101 euro bewijs dat MR Beast ben. Wow, 101 euro. Damn. 101 euro van Mr. Beast. Holy shit, wat een gekke man. Dankjewel voor de 101 euro. Maar dit is niet de backstage area. Zeggen jullie net. Kut. Waar moet ik dan heen? Ik heb wel alles hier gevonden volgens dit ding. Nou, dat is een goed teken, denk ik. Nou, dan moeten we hier maar weer weg. Waar is dan... Ja, sorry, wat een geld. Ja, ongelooflijk. Dat iemand gewoon in één keer 101 euro doneert. Ik sta er echt perplex van. Maar goed. Niet schrikken, hè. Dat is niet de bedoeling. Natuurlijk knipoogende smiley. Al die 66 Glamrock Freddy, dankjewel voor het doneren. Gewoon de Glamrock Freddy van dit spel is ook gewoon aanwezig. Ik weet niet meer wie niet aanwezig is. We hebben een Mr. Beast in de chat. We hebben Ronald net in de chat gehad. En we hebben nu zelfs nog Glamrock Freddy erbij. Holy fuck. Maar chat, waar is de backstage area? Ik heb jullie hulp wel nodig voor de backstage area. En Shania is in mijn chat. En Sjaan is in mijn chat. We hebben heel veel mensen in mijn chat. Ik denk niet dat mijn moeder in de chat is. Ja, dankjewel voor de hype train chat. Is dan hier boven de backstage area? Waar is Mr. Beast? Mr. Beast doneerde net 101 euro. Heb je echt net gemist. Echt super teleurstellend voor jou. Maar ik ben 101 euro rijker. Kom je morgen naar mijn koude yoga? Als dit de echte Wim Hof is, mag je mij een mailtje sturen. En dan ga ik morgen naar jouw koude yoga doen. Dat lijkt me wel trouwens echt gaaf. Het heeft niks met mijn horrorkanaal te maken, maar ik zou Wim Hof wel eens willen ontmoeten. Wim Hof is wel echt een icoon voor Nederland of zo. Ik weet niet. Gewoon zijn manier van doen en laten is wel echt ziek. Maar hier is de backstage area. Is dit backstage? Waar is de backstage area? Hier moet dus ergens een kut... Oh, ben jij het? Of niet? Hallo! Hey, Oeganda Ruben! Voor 3 maanden! Holy damn! Dankjewel, Oeganda Ruben, voor de 3 maanden abonneren! Shoutout naar jou. Of is hier de backstage area? Wow. Ik ben hier nog... Ik ben echt van fan deze serie. Fijne avond. Hey, Joey Brand, dankjewel ook voor de euro. Hier ben ik trouwens nog nooit geweest. Wat is dit? Is hier iets? Waar is de backstage area? Hier rechts? Dit is backstage anders, toch? Die deur waar je net voorbij liep.
Wat? Dit toch? Dit is toch de backstage area? Ja, noem me maar misschien een beetje dom. Ik ben niet helemaal goed aan het opletten, maar... Voor mij zijn we er wel. En dankjewel ook nog voor de twee bits, Tessiebeer. Ik waardeer het enorm. Dus hier moeten wij op zoek naar een... gek ding. En dan kunnen we de geheime kamer openmaken. Dan hebben we de gouden mond... gouden... moonplushie. En dan kunnen we het einde halen als het goed is. Hoop ik. Voor dit spel. Anders word ik een hele boze man. Geld! Nee. Hey Melvin, ik wou FF zeggen dat ik je al 2 jaar kijk en ik nog steeds erg van je video's geniet. Ga zo door op naar de 200k. Ik hoop dat je nog een X-Joy of Creation gaat spelen. Pel de pinda is oké van je, wel de la die je hola zing, maar me pel mee pina pinda 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 je Joe, heb je even een shout-out. Geld! Maar Chica is natuurlijk ook van de partij. Dit keer geen jumpscare om je te besparen, knipoogende smiley. Hey, what the fuck? Geld! Hier nog eens 100 euro. En omdat ik PewDiePie heet, moet iedereen abonneren op Altijd Melvin op YouTube. Mag ik? Kunnen jullie... Hou op! Hey bitch, hier ben ik weer opgelucht gezicht zwart hart. Het is Japans voor Charlotte, trouwens tranen van geluk. Hallo. Nu is het klaar. Ja, nu klaar. Ik heb niet eens de kans om op al die donaties te reageren. Mensen... Geld! Hou op, ik liep er langs volgens jullie. Ga terug dan? Naar het podium. Als je door die deur gaat, zie je hem tegen de muur staan. Ga terug naar het podium. Oh! Hier staat hij gewoon! Freddy staat er gewoon bij! Oh mijn god, oké. Hey. Ik moet eerst wat mensen ook bedanken. Ja, hoi Freddy. Ik hoef jou niet te bedanken. Ja, ik moet jou Glamrock... Ja, ik moet jou wel bedanken. Maar goed, wat hebben we allemaal? Ik ga sowieso even opslaan. En we gaan het doen. Dan hebben we eindelijk alle 4 gevonden. Maar we hebben dus allemaal donaties net gehad achter elkaar. Femke, dank je wel voor de euro. Ik waardeer het echt enorm. Shoutout naar jou. Ik ga misschien nog een keer de Joy of Creation doen. Dan hebben we Brombeer. Pel de pinda is oké. Okay. Yo, heb je even een shoutout? Ja, shoutout naar jou, Brombeer. Super lief. Dan hebben we hier Mr. Chica voor ook 1 euro. Maar Chica is natuurlijk ook van de pij die dit keer geen jumps kan om je te besparen. Dankjewel, vind ik super lief. Dan nog PewDiePie. We hebben zelfs PewDiePie met 100 euro. Holy damn. We hebben MrBeast en PewDiePie in de chat. Ongelooflijk. Can I get a shout-out from you guys? I want that. I want to have the 200,000 subs. En dan hebben we nog Charlotte, die in het Japans of zo haar naam had. Dankjewel voor de euro. Dan Mikje, voor een tier 1 abonnee voor 2 maanden. Dan Danielle Hak, hartje, gaat terug naar het podium. Dan ben ik nu, dankjewel voor het zeggen. En Rishano, met de 18 maanden. Dankjewel, Pik. Oké. Okay. Hier moeten we een foto van maken. I cannot see. Nu hebben we ze alle 4. Nu moeten we... terug. Bij de daycare. Oké, okay. Nou daar gaan we naartoe. Toffe Polaroid camera. Ja, mooi hè. Nou, dank jullie wel voor echt al deze support. Ik weet echt niet. Ik moet niezen. Gezondheid. Oh. Sorry, Freddy. Ik zit Freddy hier echt helemaal blind te maken. Sorry, Pik. Ja, we gaan nu terug naar het theater. Ik zal even kijken of die shoutouts van MrBeast en... Nee, ze hebben niet echt geholpen. We zijn maar 30 bijgekomen. Ik begin te twijfelen of het wel de... Oeh, hier ligt ook zo'n cd. Ook een donatie naar jezelf natuurlijk is wel zo netjes. Groetjes, Glamrock Freddy. Dankjewel altijd Melvin voor de 1,69. Yo PewDiePie, je moet deze series inhalen, maar hier is nog 101 euro Melvin. Wat de fuck gebeurt hier ook? Nou, dankjewel. Geld. 101 euro weer. Hey bitch, hier ben ik nog een keer opgelucht gezicht zwart hart.
101 euro weer van Poop Mr. Beast. Holy shit, wat een gekke jongens. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En we hebben nog een keer Charlotte met de Japanse tekens. Hallo bitch, dankjewel voor jouw 1 euro. Ik waardeer het enorm. Wacht, we gaan eens een keer die andere kant langs, want daar ben ik nog nooit langs geweest. Ja, Mr. Beast is gewoon Nederlands geworden. Mr. Beast heeft... Ik heb dus gehoord, hè. Mr. Beast heeft blijkbaar Melvin Vestbeer. Waarom zit er een stuur op je fiets? Punt, punt, punt. Punt, punt, punt. Omdat je anders de bel in je hand moet houden. Wahahahahaha. Nou, nu zijn jullie wel... Nu... Kunnen we nu ophouden met de donaties en zo? Het is... What the fuck, hey. What the fuck. Marloes ook nog. Met de 666. Melvin Vestbeer met de euro. En Tessie gooit nog eens een keer 5 bitjes erbij. Dankjewel, Tessie ook. Marloes. Dat was de eerste en de laatste van deze stream, mag ik hopen. Ik weet dat jij het leuk vindt om het vaker te doen. Maar ik heb ook nog een bovenbuurvrouw. En die zal vast wel denken van... Waarom schreeuwt Melvin zo vaak? Ik moet misschien maar even een moment even stil te doen voor de bovenbuurvrouw. Dus we doen het even een beetje wat zachter, wat kalmer aan. Zodat de bovenbuurvrouw ook een beetje rust heeft. Dat is wel belangrijk. Kunnen jullie ook allemaal even iets rustiger aandoen dan? Weet je? Namens mijn buurvrouw ook dankjewel, zeg maar. We moeten in ieder geval helemaal weer met die lift aan naar boven en zo. Nee. Nee. Jullie zeggen ook gewoon nee. What the fuck. Zeggen jullie nou gewoon fuck je buurvrouw? Oh nee, hier zijn nog wel mensen die zeggen arme buurvrouw. Heeft ze een berichtje gestuurd? Nee, ze heeft geen berichtje gestuurd. Ze is wel echt super lief daarin. Ze zegt dat ze het wel hoort. Maar ja, als ik gewoon praat, hoort ze dat waarschijnlijk niet heel heftig. Dus dat is sowieso al fijn voor mij. Ik heb namelijk aan het plafond heb ik allemaal schuim gehangen. Wat een best veel geluid dempt. En natuurlijk, alleen als ik een jumpscare heb of zo, dan schreeuw ik. Dan zegt zelfs Shania soms tegen mij van... Melvin, je moet iets stiller zijn. Maar voor de rest, als ik gewoon zo praat, heeft ze er waarschijnlijk geen last van. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Eigenlijk zou ik haar... Eigenlijk moeten we haar... Moet ik haar gewoon een keer wat geven. Zo van, yo, sorry voor... Ophouden, maar ik gun het je. Dan stop ik er meer jammer weer verdrietige smiley. Geld! Ik ga niet stoppen met doneren totdat ik famous ben, opgelucht gezicht, zwart hart. Altijd Melvin, je hoeft mij echt niet meer te doneren hoor. Ik doneer niet aan mezelf, dankjewel voor de 1,69. En Charlotte, je bent al een soort van famous, want jij hebt gewoon tijdens een jumpscare mijn camera laten vastlopen. Ik denk dat dat wel echt een van de meest magische momenten ooit is geweest, dus dankjewel daarvoor. En dankjewel voor nog een euro erbij. Melvin, wat is je favoriete game die je ooit hebt gedaan? Oeh. Weet ik eigenlijk niet. Wat is mijn favoriete game? Ik wil trouwens dit wel samen met Freddy doen. Freddy, kom eens bij mij, pik. Chat, wat moet ik mijn bovenbuurvrouw geven voor alle keren dat ik heb geschreeuwd? Voor alle jumpscares die zij heeft moeten aanhoren terwijl zij waarschijnlijk rustig in haar woonkamer zat. Hier beneden moeten we er in ieder geval ergens zijn. Ik weet alleen niet geld. Waar. Een pak check. SHH grapje, je hoeft niet meer stil te zijn. Ik de buurvrouw 1 miljoen gegeven. Ze is nu in de Australië. Jongens, Mr. Beast heeft het al opgelost. Mr. Beast heeft een bovenbuurvrouw omgekocht met 1 miljoen. Oh. Moet ik hier naartoe trouwens? Ik weet het niet. Maar dankjewel Mr. Beast voor nog een keer een euro. Beetje karig dat je nu maar 1 euro 1 doneert, maar goed. Oordoppen. Een taart is ook wel leuk. Gewoon iets wat ik zelf maak. Ja! We gaan gewoon volgende maand gaan we gewoon een taart op stream maken. En die ga ik dan aan de buurvrouw geven. Gewoon, joh, we wonen hier nu bijna een jaar. En ik mag er enorm blij om zijn dat je als bovenbuurvrouw niet echt zeurt om mijn jumpscares. Dat is wel leuk. Ja, die Lego komt ook nog wel. Eigenlijk had ik deze stream al de donatiecounter moeten doen, maar ben ik vergeten ook.
Maar waar moet ik nu zijn? Ik moet nu hier ergens zijn, dacht ik. Of niet? Mag ik hier naar binnen? Nee. Hè? Oh, we moeten echt helemaal daar naartoe. Oh mijn god. Freddy, ik heb je nodig, pik. Tessie ook nog, dankjewel. Nog eentje, de laatste. Kun je hem misschien een nieuwe camera of aan de buurvrouw geven? Die verdient hij nu wel XD. Geld! Melvin, hoe vaak eet je hutspot? En als je hutspot eet, heb je er dan worst bij? Ik wel. Hutspot, 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 hutspot. Dankjewel voor deze hutspot donatie. What the fuck? Moet ik hier naartoe dan ergens of zo? Waar moet ik naartoe? Hey Melvin, groot fan, 4 jaar al. Hey doei, hey lo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 l
niet van HUTSPOT. Ja, waar is die? Waar is dat? Waar moet ik nu heen dan? Even, ook dat. Ik moet hier ergens zijn, toch? Of ben ik nog gek? In ieder geval, dankjewel voor de 1 euro hutsprakje en 1,69 alleen. Shout out naar jou. In het schilderij? Achter je? Je liep er langs. Hierboven? Oh. Ben je dom of zo? Ben je blind? Ik ben niet dom en ik ben ook niet blind. Hoe kan je zoiets zeggen? Oké, nee, ik... dat was een grapje. Ik kan... ik plaag jullie, jullie mogen me ook op pla... Wow, what the fuck is dit? Hey, hey Melvin, ik ben je allergrootste fangirl of course, hahaha. Maar ik wou even zeggen dat ik je heel erg waardeer en je echt een leuke YouTuber bent. Keep being amazing. Geld! Dit ga ik nog 179 keer doneren, hebben we 200 euro voor de 200k abonnees. Geld! Jij gaat mij nu nooit meer vergeten, hekje Charlotte is de beste. Charlotte, jij ga ik sowieso niet meer vergeten. Dankjewel voor de euro met je Japanse tekens. Dankjewel Wesley voor nog een keer de euro erbij. Als je dit nog 197 keer gaat doneren, heb ik 200 euro. Dat zal ziek zijn als je dat doet, maar het is geen verplichting als je dat doet. Dus voel je niet schuldig of zo. En Shuri Shuri Walsom, dankjewel. Je bent de allergrootste fangirl, dankjewel. Super awesome dat je de allergrootste fangirl bent. Yeah. De laatste dan nog eentje, maar wel een goeie om af te sluiten, knipoogende smiley. Ik vind het ook zo stom dat je dan doneert met de naam Altijd Melvin en dan weet ik niet eens wie het is. Dankjewel Altijd Melvin. Moet ik dat dan zeggen of zo? wat ben ik in ieder geval? Oh, dit is wel welke ik nodig heb. Ja, Golden Moon. En wat is dit dan? Want even, al die donaties maken me helemaal gek, maar wat ben ik? Mijn moeder heeft mijn broertje Melvin genoemd door jou, hahaha. Wat? Is het echt, Lucas? Zijn er echt in Nederland baby's geboren waarbij altijd Melvin inspiratie was? Wat? Nou, dit is wel voor eentje voor in de boeken. Dankjewel. Ik heb geen idee. We gaan in ieder geval dit spel eens spelen. Kan ik dit spelen of is het niet leuk? What the fuck? Geld! Boe, sorry dat ik je liet schrikken. Pizza. Ahahaha. Freddy, way to go superstar.
Dankjewel voor echt alle donaties. Like, what the fuck. Ik ga je zelfs dood met dit balloon, man, het spelletje. Wat moet ik hier doen, joh? Geld! Oh mijn god. Ah! Nou, had geen inspiratie voor een naam. Applausje voor mezelf! Kom op, drukken op Melvin. Woe! High score! Hey! Chat, even serieus. Als ik dit haal, gebeurt er dan iets bijzonders of niet? Ik heb geen depressie gekregen, maar deze halve stream, ik had niet verwacht dat er zoveel donaties zouden zijn, dus ja. En trouwens, als je nog op YouTube kijkt en je denkt van, oh Melvin, waarom reageer je niet op mijn chat? Hey, ga op Twitch kijken, want daar lees ik wel de chat. YouTube is puur en alleen om gewoon in hoge kwaliteit de hele stream in één keer live voor jullie te kunnen doen. We gaan dit dus nog blijkbaar nog een keer doen, want op het einde is iets. En dankjewel Twan en William Afton, Marloes. Geld. En dankjewel altijd Melvin weer voor de euro. En dankjewel Charlotte. Hey, hoe lang ga je eigenlijk nog opnemen? Dan weet ik hoe lang ik nog heb totdat ik blut ben uitgestoken tong. Hashtag doneer met hekje Charlotte. Als je vindt dat ik in de geschiedenisboeken moet, opgelucht gezicht zwart hart. Geld. Ik weet niet hoe lang ik nog live ga. Ik ga dit gewoon een beetje uitspelen. Kan je even high-tech muziek opzetten? Omdat ik deze 1001 euro heb gegeven als de nieuwe MR Melvin. En ja, ik verfilm me dood dus THX voor de leuke streams en video's. Dankjewel voor ook de 1 euro en Floris, what the fuck gebeurt er ook? Hey, ben ik weer Melvin, wil je weer een keer The Joy of Creation streamen? Holy shit, dat gebeurt! Holy shit, En oh ja, en Dark Deception ook. Lach met open mond, lach met open mond, lach met open mond, lach met open mond, BAH. What the fuck was die donatie? Dankjewel. Pas op! Ah! Dit is wel echt moeilijk trouwens, maar we halen het wel. Kijk hoe smooth ik ga. Dankjewel voor alle donaties weer. Gekke mensen, jongens. Echt geld. Holy fuck, blijft het nou echt doorgaan? Je moet door portalen heen, die zijn paars en zitten een beetje verstopt. Kijk, Alder Melvin, daar heb ik nou wat aan. Doe een donatie. Nee, stop nou eens even met de donaties. Oh, wat? Oh mijn god. Geld. Oh shit. Hoi Melvin, ik en mijn vrienden vinden jouw video saai. Ik hoop dat dit ooit gaat veranderen. Groetjes 11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 
Shoutout naar jouw vrienden. Ik geloof gewoon dat die vrienden stiekem mijn video's kijken, zeg maar. Au, dat was niet zo slim. Mag ik nou in de geschiedenis boeken of niet? Hekje Charlotte is de beste squad. Ja, jij mag in de geschiedenis boeken. Oh shit! Oh shit! Mijn levens! Hoe lang moet ik dit doordoen? Ik moet niet afgeleid raken. Jullie leiden mij af met al die stomme donaties. Nee, ik waardeer de donaties wel, maar ik moet echt even oppassen met Balloonboy. Geld! Ik weet niet eens wat het... Oh shit. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there in Lost and Found until your parents or the police arrive. Kut. Hoe lang moet ik dit doordoen, chat? Hoe lang gaat dit door? Geld. Als je dat niet doet, gaat het oneindig door. Ze zijn verstopt in portalen. Dit spel gaat oneindig door als ik geen portaal vind. Waar de fuck vind ik dan zo'n portaal? Ik zag net wel een paars ding, maar daar kon ik niet in. Geld. Dit is wel leuk. Ik zit nu in mijn ijsbad te kijken. Ik wil Wim Hof.
Vanessa en Charlotte en Deadly Gamer, dank jullie wel voor alle euro's. Charlotte, jij mag... Hey, dit is anders. Oh mijn god. Daar is zo'n portaal, maar hoe kom ik daar dan? Wat? Hoe lang gaat dit door, chat? Iemand zei net oneindig, maar... Ik word helemaal gek, zeg maar. Geld! Die paarse dingen, dat zijn ze. Nee! Ik ga wel echt dood! Hey Melly, je mag gewoon lekker gillen hoor. Heb net van meneer Beest. 1 milli de buurvrouw. Geld! Hey Melvin en Len, weer hier lol. Wil je weer een keer The Joy of Creation opnemen of Dark Deception? Dankjewel, Altijd Melvin. Dat had ik door. Dankjewel, Buufje. Dankjewel, Wim Hof. Dankjewel, Eilen. Ook dat de buurvrouw doneert. Oh mijn god. Ik moet bijna gewoon, als ik zo'n stream ooit een keer doe... Dit is niet om gierig te doen, maar dan moet ik waarschijnlijk door hate it, de... Geld! De dat je gaat praten naar hoger doen. Hey Melvin, mag ik misschien aan het begin van je volgende video een shout-out omdat ik nu in de geschiedenisboeken zit? Niet zo'n grote moeite toch? Hekje Charlotte is nog steeds de beste en niemand anders squad. Dankjewel Charlotte ook nog voor de euro. Geld! Oh mijn god, dat blijft ook me doorgaan. What the fuck? Ik vind dat het nu wel genoeg is geweest. Laat Melvin rustig streamen en geef je moeder haar bankpas terug. Oké, sorry, fijne stream verder. Knipoogende smiley, kleiner dan 3. Dankjewel Marky Guy. Oh mijn god. Don't worry, I'll be ready and he won't let you down. Oh, it will be fun. Geld! Hou nou op! Als je thee blijft doordoen, stopt het nooit. Je moet door die portalen heen, dan kom je verder. Probeer je een beetje te helpen, smiley. Dankjewel Melvin dat je me helpt, dat waardeer ik. Aan die donaties heb ik ook nog wat. De rest is gewoon puur geldspekkerij, zeg maar. Rijk worden is niet leuk op deze manier, chat. Als jullie allemaal 10 euro per keer doneren, dan ging het wat sneller. Maar zo is het gewoon... Nee, grapje. Oké, nee, grapje. Ik waardeer het allemaal heel erg, maar... Ik probeer ook te streamen. Hey Melvin, ik wil even zeggen dat je een beste jongen bent en een echt Fortnite pro. En je krijgt de groetjes van MM Beppe en Sjaan ook. Oh mijn god. Ik heb hier niet over nagedacht, als ik eerlijk ben. Ik had ook niet verwacht dat het zo heftig zou zijn. Maar goed... Dank jullie wel voor alle donaties. Het is wel echt gekte. Maar goed, hoe is het met jullie Melvin? Er is een geheime ruimte met een andere game. Echt, is er nog zo'n game? Maar ik moet er zo weer door zo'n portaal gaan, zeggen jullie. Maar wanneer kom ik zo'n portaal tegen? Ik wil zo'n portaal nog een keer in. We hebben er net eentje gehad. Hoe vaak moet ik in zo'n portaal, chat? Kan iemand mij dat even zeggen? Ik ga die Charlotte overtreffen. L. Oh mijn god, hou nou ook met op die elletjes. Ja, dan ga ik alweer. Ik ga alweer dood. Helemaal klaar mee. Geld. Goedendag meneer Bos. Vaccineren, emigreren, dat lijkt me een goed plan. Ja la 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 la, ja la 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 la. Vaccineren, emigreren, dat lijkt me een goed plan. Ja la 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 la. Geld! Ik rijd gewoon echt. Ik raak gewoon echt afgeleid van al die donaties. Ik raak echt gewoon afgeleid. Holy fuck. Ik ga er ook gewoon even niet op reageren. Maar dat vind ik niet leuk. Nog één keer proberen. Je moet die ballonnen invullen die rechtsboven staan. Ik weet het, dan krijg je extra leven. Dat probeer ik ook de hele tijd te doen. Die portalen zijn random.
Oké, nu moeten we even wachten dat ik een extra ballon pak, want die levens die werken nu nog niet. Die kan ik dus pakken voor 1000 punten, ja. Chat, we gaan dit doen. Ik heb hier vertrouwen in, dit wordt echt gewoon geweldig. Kijk ons dit halen. Piep, 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 piep. Het is Flappy Bird, inderdaad, dat heb je goed gezien. Wie van jullie heeft vroeger Flappy Bird gespeeld? Oh shit, daar gaan we. Ah! Ook iedereen. Ik kan me Flappy Bird ook nog wel heel goed herinneren. Hé, je zit nu in de kamer van Sun en Moon boven de daycare. Hoe gaat het verder? Als je in een portaal bent, moet je zo lang mogelijk in de obstakels geglitst blijven. Zie, aan deze donaties heb ik wat. Dankjewel. Graag shout-out voor mijn zoontje Jamie Groenendal. Kijkt al bijna 2 uur. Shout-out naar Jamie Groenendal. Dankjewel Mandy en Niels. Je moet door een paars portaal, dan moet je in de donkere paarse streep blijven. Als je er buiten komt, kom je weer terug in het normale spel. Het is zeer lastig. Geld. Het is zeer lastig, wordt ook gewoon gezegd. Zelfs de vrouw van de donaties is zo moe van alles uitspreken dat ze de lange donaties overslaat. Ik zweer dat ik nergens op druk. Geld. Ik ga dit blijven vragen totdat je ja zegt, want ik wil gewoon een shout-out. Hekje Charlotte wil aandacht en een shout-out van Melvin in de volgende video. Kut. Geld. Jo Melvin, ik hoop dat de ongekende krachten je helpen alle eindes te vinden. Kinderkoekjes voor de win. Je bent al meerdere tegengekomen van die portalen. Hier is er één, hier is er één. Best wel geinig. Geld. What the fuck? Hoi Melvin, dit is heel saai en Charlotte wordt overtreft. Way to go, superstar. Geld. Jongens, Melvin even niet afleiden. Ik moet het omhoog zetten. Ik moet het omhoog zetten. Geld. De stream is bijna klaar. Jij kunt dit, smiley. Dankjewel, ik kan dit... Oh mijn god. Dikke YOLO in de reet, neukvinger. Weet je nog? Ja, ik... Oh mijn god. Hey Melvin en Len, weer hier helemaal bankroet, maar dat maakt niet uit. Geld. Hier is weer eentje, hier is weer eentje. Geef mij meer aandacht dan Charlotte, kleiner dan 3. Geld. Stop met die irritante donaties. Super irritant. Gaat het zo goed, chat? Gaat het zo goed? Als je door zo'n portaal bent gegaan, die paarse lijn volgen. Nee! Waarom is het zo moeilijk? Holy fuck. Holy fuck, dit is echt knijter moeilijk. Hey, beter negeer je mij niet. Hekje Charlotte wil aandacht en nog steeds een shout-out. Maar dit is super moeilijk. Ja, maar dit is echt heel moeilijk. Rescue the rescue.
Oh, ga jij dit nou echt ook proberen? Ah, ja? We kunnen ook... Wat? Chat, wat haal ik als ik dit haal? Ja, spatie. Maar het is best moeilijk hoor. Dit ga je echt niet in één keer halen. En wat als ik het wel haal? Dat lukt je echt niet. Nou zeg. Oh. Maar dit komt wel goed. Hallo allemaal. Je krijgt één poging. Zo. Hallo jongens. Nee, ik ben niet de buurvrouw. Dat is wel een beetje raar. Inderdaad voor de buurvrouw. Dit is niet de buurvrouw, nee. Maar dit is... Ik zie ook niks door die microfoon halen. Oh. Ja. Dit haal je niet. Ik zweer het je. Dit is echt moeilijk. Schreeuw niet zo. Ik sta naast je. Ik zie niks door de microfoon. Dat is helemaal geen zichtveld. Laat maar vier staan. Maar je kan nu al niet meer door een portaal. Dan moet je eerst weer een ballon pakken. Oké, maar dat komt zo goed. Dit is een secret game. Het is gehackt door glitchtrap het portaal. Als je het weer dag is nadat je moet twee keer hebt gezien, dan moet je erop letten van die quasi in kan er doorheen. Let niet op ballon thuis heen hebt, moet je een ballon erheen. Dan moet je gaan voor lijnen volgen. Hey Melvin, ik wou even zeggen dat je nu de 200k subs hebt gehaald. Ik ga even kijken, jongens. Ja, maar mij gaat alles goed, jongens. Ik weet niet of er iemand daar om vraagt. Maar, Nee. Maar nu gaat het niet meer goed. Ah. Nou, nee, maar dit moeten we denk ik... Nee. Maar, nee. Nee, het is maar mijn stream. Dit is ook op YouTube. Nou, mensen willen mij ook zien, hoor. Geld! Hoi, Melvin. Heb ik je toch even geholpen, hè, Smiley? Hè? Nog één try en dan als het echt niet goed gaat, dan kijk je. Geld! Kijk, je allemaal ik kan nu niks aan. Mag ik please gewoon een shout-out? Hekje Charlotte wordt genegeerd door Melvin zonder goede reden. Hou je bek, Charlotte, met je kaartje van je moeder. BTW love naar jou, Melvin. Goed ook. Er wordt zelfs ruzie gemaakt. Oh, maar ik moet hier echt gewoon een keer rekening mee houden. Maar nu, jij staat ook echt in het midden. Ik kan niet eens meer praten. Kan je me AUB een fijne verjaardag wensen? Ik ben een grote fan. Just calling, gefeliciteerd met je verjaardag. Charlotte, shout-out naar jou. Nu niet meer om een shout-out vragen. Ik ga je niet nog een shout-out geven. Ik ben even hier bezig. Of Shania is even bezig. En anders gaan we zo meteen gewoon het laatste einde halen. Want als ik dit niet haal, dan weet ik het ook niet. Iemand zei net letterlijk in de chat dat hier gewoon niks gebeurt. Mooi bedrag, dit lachend gezicht. Nikdok, dankjewel weer voor jou. Je krijgt alleen een achievement. Echt? Dat is het enige, alleen een achievement. De ballonnen mogen dragen, je mannetje niet. Dat is geld! Hallo Melvin, je lijkt op een snusliefhebber. Charlotte, je stinkt te stop. Hey, zullen Jos B ook niet... What the fuck gebeurt hier? Dit is inderdaad echt een hele leuke fluffy game. Hoe heet het? Leuke flappy game. Jullie kunnen dit, geloof in jullie. Wij kunnen dit. Dit gaat ook zeker weer goed komen. Charlotte, eventjes stil PLS. Chat, als het zo doorgaat, dan... Ik weet niet eens hoe ik dit kan oplossen. Wat is er dan? De naties gaan helemaal gek. Ruzie? Mag geen ruzie, want dan kom ik. Maar als je straks dus zo'n portaal vindt, is het echt heel moeilijk. Want dan moet je dus, hoe heet het? Stop even, oké, chat. Zullen we het even leuk houden? Het was heel leuk. Totdat we dit spelletje gingen doen. En toen daar onder, naar beneden. Ja, helemaal naar beneden gaan. Ja, nu moet je hierin blijven.
Gewoon de ballonnen pakken, dat kan. En echt, als je er 2 seconden uit bent, ja. Dat was dus niet goed. Ja, dat is moeilijk, hè? Geld! Geloof in jou. Dankjewel, Teddy. Chat, vinden jullie de stream nog wel leuk? Ik vind de stream nog heel leuk. Echt shout aan iedereen die er nog is. Liefde aan iedereen die is gaan volgen deze stream. Liefde aan iedereen die gewoon aan het kijken is naar hoe Shania met Balloon Boy hier probeert dit te halen. Kijk, er is toch gelukkig een hele actieve chat met alle mensen die het leuk vinden. Dank jullie wel. Ik waardeer het enorm. Jij bent er dus en is het altijd leuk. Dat is wel super lief. Dankjewel, Marloes, voor de 50 bits. Hier komt er dan als het goed is ook weer een portaal. Maar dan heb je nog maar 1 ballon, dan wordt het wel echt knijten moeilijk. Geld! Niet mij uitschelden, AUB. Ik wil gewoon vrienden met Melvin worden. Hekje Charlotte probeert het leuk te houden. Wat doe je? Als je dit haalt, trakteert ik je op een Dora koekje. Laat de ongekende krachten uit het continent onder Spanje je helpen met deze missie. Veel succes met de 200k. Het is je gegund. Ik doe nog 1 poging en dan ga ik verder. Poepen. De allerlaatste poging. Nee, daar heb ik geen zin in. Chat, ik doe nog 1 poging. Nee. Ja, want ik weet hoe die nu moet. Ik moet 2 keer door zo'n portaal heen. En als ik hem dan niet haal, dan gaan we verder. Ja, nee, maar dat ga ik niet. Nee, dat ga ik niet doen. Ik schud de hand live op stream. Iedereen kan het zien. Dan moeten jullie maar dit online opzoeken. Ja, Wesley Ooms, als je een tip... Ligt die hier nou mijn hand? What the fuck? Huh? Nee, doe dat niet! Doe dat niet. Nou, tot straks. Geld! Tot straks. Ik wil je bril likken. Nu beginnen we. Ik ga volgende keer gewoon minimaal 10 euro donatie op ze doen. Happy birthday, dankjewel. Maar het is niet mijn verjaardag. Nee, ook niet. Nou, tot zo. Ik ga zo het laatste einde halen. I love you. Geld! Waarom ja, is het... Dora koekjes cookie. Ja, ik lust wel een Dora koekje. Mijn MacBook heeft nog maar 4%. Je moet hem even dan opladen. Dat is mijn tip als je MacBook bijna leeg is. Oké, okay, we hebben nog 3 ballonnen. Als het goed is komt zo meteen de eerste portaal. Dat is altijd bij het hout. Zat er nog niet het eerste portaal? Ik heb nog geen portaal gezien. Waar is het eerste portaal? Skip me niet, dit is mijn verjaardag. Oh, nou, gefeliciteerd nog. Ah, we moeten zo'n portaal vinden. Waar is strip... Wat? Ja, de chat wordt nu een beetje gek. We zijn zo lang bezig. Het is, het wordt tijd dat ik er een einde aan ga breien. Nee! Nee! Kut. Dat is een extra leven die weg is. Shit. Maar nu komt dan wel een portaal, toch? Nee, ja. Jawel, dit is goed. Zag je mijn knippen? Ik stop nu met doneren, smiley. Fijn dat ik je kon helpen met de eerste tip van de portalen. Was hij nou goed of niet? Voor mij... Nee, fijne niet. Fijne stream en avond verder jullie allebei. Is hij nou goed of niet, chat? Want dan ga ik huilen. Is hij nou goed of niet? Doei Melvin, ik zal nu vertrekken. Hekje Charlotte wordt nooit vergeten. Dankjewel Charlotte voor al je eurodonaties. Hele fijne avond nog. Nee, god.
ik word hier echt gek van. We gaan zo meteen gewoon naar die deur en dan hebben we het fire ending. Ik weet niet eens wat het gaat zijn. Dit is zeer lastig. Chat, als je dit einde wil zien en ik haal het deze poging niet, dan moet je het online opzoeken. Want dit is echt niet te doen, joh. We zijn nu letterlijk echt gewoon al een half uur hiermee bezig. What the fuck? We gaan het laatste einde halen. Holy shit. Holy shit. Oké, okay, nou, mensen. Als je dat einde wil zien, zoek het op. Want holy damn. Dat is echt gewoon niet te doen. Damn, dat was echt gewoon... Echt gewoon... Mijn konijn is net dood gegaan, maar de stream is belangrijker. Twan, ik weet niet wat dat ook was. Ik weet niet meer wat de donaties zijn. We gaan verder. Ik heb alle plusjes, toch? Even kijken. Jeetje, dit is weer even gewoon normaal gamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, deze kamer is wel echt trouwens ziek. Want hierboven kan dus blijkbaar Moon of zo kijken. Kan ik daar ook naartoe? Hey, Xenku, welkom. Wat heb ik allemaal gemist? We zijn bezig geweest met alle plusjes halen. We hebben nog wat secrets gevonden. We hebben 3 cd's gevonden van Fanny, maar die ga ik nu niet allemaal opzoeken. En, what the fuck? Oké, dat is een glitch. Oh mijn god. We gaan verder. Yo Melvin, ben je de hele stream mooi gedaan. Dankjewel. Ook al was het op het einde een beetje lastig met dat spelletje. Dat spelletje was echt knijter moeilijk. We gaan nu gewoon... Lekker... Naar... De Oostarcade. Want in de Oostarcade moeten we, als het goed is, nu door die deur komen. Kunnen. Ik hoop het wel tenminste. Ja, dus ik let op de batterij. Ik ben er aan het opletten. Kutspel. Oh, Sjaan, je hebt maar 1 poging of 2, 3 pogingen gedaan. Het was wel echt heel moeilijk. Wie kijkt deze stream al helemaal? Zijn er ook nog mensen op YouTube aanwezig? Holy damn, wat een lange livestream. We gaan even opslaan en ik ga kijken nog 1 keer hoeveel abonnees ik heb op YouTube. We hebben er... Holy shit! We hebben gewoon de 199.615. Nu ik dat ook gewoon hardop zeg, besef ik gewoon dat deze maand gewoon wellicht de 200.000 gehaald kan worden. Deze maand kan gewoon de 200.000 abonnees gehaald worden. Dat is echt ziek. En jullie kijken al de hele tijd. Jullie zijn wel echt fucking awesome. Ik blijf zeggen dat deze week heel naar is geweest. Je hebt me doorheen geholpen. Hey, Melvin is Shania fan. Ik doe mijn best ook met mijn video's. En ik ben blij als ik mensen daar gewoon een beetje mee kan steunen. Een beetje kan entertainen. Dat doet me altijd heel goed om dat soort berichtjes ook te zien. Ik krijg ook superveel reacties onder mijn video's. En ik reageer niet op ze allemaal. Maar ik lees, ik zweer het je... Als ik de video in de avond upload, dan lees ik altijd de volgende dag mijn reacties die er zijn. Dus als jij ooit een keer vroeg op een video reageert, dan lees ik gegarandeerd jouw reactie. Ik ben er echt veel mee bezig. Ik vind dat echt heel leuk. Lekker bezig mee, mijn eerste berichtje ooit van mij op Twitch. Hey, cool hey. Applausje voor Mangel S, hoor. Wat een gast. Dankjewel. We moeten nu naar die arcade toe en dan... Ik hoop dat dit gaat werken. Als dit niet werkt, ga ik trouwens wel even heel hard huilen. Want dan zijn we 2 uren bezig geweest voor een einde. Wat op deze manier te halen valt, maar wat dan opeens niet werkt. Dus ik hoop het. Nog eentje. Verder een fijne avond jullie allebei en goede stream verder. Blij je geholpen te hebben, Smiley. PS, heb de hele stream gezien en je gesteund, knipoogende Smiley.
Oké, ik las nog even de dingen die ik moest doen, maar we gaan het halen. Om precies te zijn heb je... Nee, dat heb ik helemaal niet, Mark. Ik kan zelf zien hoeveel abonnees ik heb. Maak je hier ook nog een video van op YouTube? Het blijft een livestream. Ik heb het voor... Hallo MR, Melvin is terug. Ik doneer dit omdat ik GWM Blut moet zijn en kan je een shout-out doen naar MN Hondsmoets? En love naar jou daarom deze tweede donatie. Een hondje die gewoon een shout-out krijgt van Melvin. Shout-out naar je hond, Floryboy. En altijd Melvin, dankjewel voor al je gekke donaties ook. Shout-out. Ja, ik zal straks nog even de wasje ophangen. Dat gaan we doen. Ik ga hier opslaan. En dames en heren, op YouTube en op Twitch. Ik weet niet of jullie doorhebben, maar we zijn al meer dan 2 uur bezig. We zijn al 2 uur bezig. En als ik hier nu doorheen kan, dan is dat het einde van de stream. Gregory, you have a choice to make. The door is open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. Oh. I feel there is something else going on besides Fanny. Het laatste einde. Dit gaat het laatste einde zijn. Als ik hier op leave druk, dan zijn we bij het allerlaatste einde. En dan is dat ook voorlopig de allerlaatste content die ik maak van Five Nights at Freddy's Security Breach. Er zijn nog kleinere secrets. Je kan ook nog mods installeren, dat weet ik allemaal. Maar voorlopig ga ik hier het laatste einde halen. We hebben gehaald wat ik wilde halen. We hebben alle plusjes gehaald. Je kan nog een boel meer doen. Maar dat ga ik niet doen. We zijn 2 uur live geweest. Dat vind ik mooi. En zullen misschien nog wel andere eindes naar boven komen. Dan ga ik die zeker weten proberen. Maar nu is dit het. Er zijn niet andere, veel meer andere eindes. We hebben heel veel al ontdekt. Dus geld. We gaan die doen. We gaan op leave drukken. Hey Melvin, ik heb 2 vrienden die op elkaar zijn en zou graag een shout-out willen voor Renzo en Lot. En sorry voor de eerste donatie. Er is wel een vriend die je kijkt en shout-out naar Aquaflow liggen streepje Deadgamer Griekse YT en RRRRRR. Dankjewel YouTube Deadgamer voor de euro. Maar zijn jullie klaar voor de leave? Oh mijn god, daar gaan we. De emergency exit ending. Oh. Dat is een pop van zichzelf. Geld. What the fuck? Fanny staat gewoon... Oh, Fanny heeft Gregory! Oh mijn god. Fanny, I can see you. I have new eyes. Oké, dit is wel echt kei vet. Freddy! Nee! Goodbye, Gregory. Nee! Holy fuck, dit is echt een zielig einde. Nee, Fanny is... Ja, dit wisten we natuurlijk allemaal. Dat is Vanessa. Oh mijn god. Dus dan is Vanessa opeens dood. Wauw, dit was wel echt een ziek einde. Damn. Fanny is Vanessa niet... Wie is dat dan? Kijk de credits af. Ja, ik ga de credits afkijken. Dat is de tweelingzus van Vanessa. Waarom zeggen jullie nou... De tweelingzus? Dit zijn trouwens de credits. Ik knip deze eruit in mijn let's play. Dus hier kan je ze nu zien. We hebben natuurlijk een lekker muziekje waar we op kunnen dansen.
Ik wil wel fullcam dansen, maar mensen mogen voor het eerst bij mij de outro zien. Nee, voor mij is het... Fanny is geen... Nee, voor mij is het verhaal zo dat Vanessa Fanny is. Dacht ik. Ik heb het Burn Trap einde al gehad. Ik heb alle zesde eindes nu gehad, chat. Als jij op mijn YouTube kanaal gaat kijken, heb je alle zesde eindes daar gewoon. Ja, wat ik dacht, Vanessa, dat is wat mij verteld is. IGTG, fijne avond nog, veel plezier. Teddy, dankjewel voor de laatste euro. Fijne avond nog ook. Dankjewel dat je aanwezig was. Vanessa is Fanny in een pak, zeg maar. Dus ja, Vanessa zit dan in het pak van Fanny. En dat is dan volgens mij door Glitchtrap gekomen vanuit VR Wanted. Want er is een theorie dat de hoofdkarakter van VR Wanted Vanessa is. En dat dat nu weer dat terug is, zeg maar. Dat is mij het idee. En Tessie Beer ook denk ik wel voor de nog 100 bits. En waarom we dit trouwens afkijken, aan het einde van dit ding, is een leuk iets momentje. De AI-versie van William Afton is eigenlijk gekopieerde code om het beter uit te leggen. De zogezegde staff die de game of VR heeft gemaakt, ging er met minder oeite... Ja. Oh mijn god. Huh? Hè? Wat? Dan ben ik gewoon opgelicht in mijn eigen reacties. Huh? Ja, maar dit is puur om gewoon de theorieëntrein te laten gaan. Ze willen gewoon echt wat meer theorieën dan naar voren krijgen. Beneath her mask, she's revealed with blonde hair tied with a ponytail. Ja, similar to Vanessa's. Is dat haar geest die daar staat? Ik heb geen idee. Ik ben wel een beetje flabbergast. Dit was misschien wel het vetste einde gewoon qua story die ze lieten zien. Dat was wel echt gruwelijk. Damn. Ik ben het klaar. Ja, dames en heren, het is Sjaan. Oh, dankjewel Creepy R nog voor de 200 bits. Ja, er zijn zoveel verschillende eindes. Er zijn zoveel verschillende eindes natuurlijk van wat allemaal kan en mogelijk is. Five Nights at Freddy's heeft ook altijd een beetje bestaan om het trendtheorieën. Want Scott is nooit helemaal duidelijk geweest in hoe het is. De volgorde is soms nog zelfs een beetje speculeren van alle spellen. Wat wel zeker is dat dit na VR Wanted is gekomen. Want in VR Wanted is dus misschien dat je Vanessa bent. En je hebt dus Vanessa die dan in die Princess Quests speelt. Want dat is voor mij waar het ook vandaan komt. Maar dit is wel het einde. Dit is gewoon het einde van de Five Nights at Freddy's Security Breach serie. Het allerlaatste deel was een livestream. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze livestream. Ik in ieder geval wel heel erg veel. Het was echt een van de ziekste en gekste streams die ik dit hele jaar al heb gedaan. Nee, maar echt... Van de afgelopen jaren is het een van de gekste streams die ik ooit heb gedaan. Dus shout-out naar iedereen die hier überhaupt aanwezig was. Als je dit terug hebt gekeken, holy damn, dan ben je ook echt gewoon gek. Maar dan ben je ook echt super awesome. Bedankt voor echt alle donaties. Ik weet niet eens wat ik daarop moet zeggen. Bedankt voor alle subjes. Ook even heel veel liefde voor Sjaan en de andere moderators. Want holy damn. Je speelt als Vanessa in VR Help Wanted. In deze game worden de andere games gescand en op die manier de VR-game gebouwd. Vanessa is een beta-tester in deze games. Glitchtrap neemt Vanessa gevangen in deze games en zorgt dat zij Fanny wordt. Inderdaad, zoiets dacht ik ook Dark Alpha Streams. Inderdaad, zoiets.
Zoiets. Dat is wat ik ook heb gelezen in mijn reacties. Ik heb namelijk VR Hellbound het nooit gedaan. Wat blijkbaar dus niet heel slim is geweest om een gedeelte van dit verhaal te begrijpen. Maar goed, wat ook natuurlijk onduidelijk is, wie is Gregory? Want Gregory heeft geen ouders, omdat er een stuk tekst is in deze serie waarin Freddy volgens mij zegt dat er geen record is van wie Gregory is. Dus daar zijn ook nog theorieën over. Het is echt weer gewoon theorie op theorie op theorie. Dus ja, er is nog zoveel over te vertellen. Ik zelf heb er ook heel weinig verstand aan als ik dat eerlijk moet zeggen. Ik zelf ben er ook niet heel goed in. Wanneer weer live? Aanstaande maandag ben ik weer live. Sjaan, jij verdient ook wel echt iets na deze stream. Ik heb bijna alleen jou actief zien zijn. En natuurlijk ook Sjaan, mijn lieve vriendin die actief was. En ook de andere mods die er even waren. Maar holy shit, Sjaan is echt gewoon een of andere robot zelf. Maar dit was het. We gaan er niet veel te veel in omlullen. Ik ga even de deep depths ga ik refunden. Die ga ik nu niet doen. Sorry daarvoor. Maar je krijgt de punten gewoon terug. Ik heb daar nu gewoon even geen zin in. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de donatie. Bedankt voor de follows. Bedankt voor alles. Alle support op deze serie. Het was me waar genoeg om dit voor jullie te mogen spelen en livestreamen. Ik heb nu nog maar één ding te zeggen tegen jullie allemaal. En dat is, druk op dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan echt. Heel veel liefde aan jullie allemaal. En doei, doei, bye, bye, doei mensen. Ik heb nog niet eens een eindliedje, maar dat maakt niet uit. Doei.